Filmerts bestaat alweer 8 jaar. 8 jaar, jongens. En wow. Om dit te vieren doen wij weinig speciaals deze aflevering. We hebben het vandaag over Roadhouse, over Damsel, nog even over Shogun die nog steeds loopt. En misschien heb ik wel wat bijzonders in petto voor de mannen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmerts. Ik ben Henk. Ik ben Richard. Ik ben Sander. En ik ben Pam. En we gaan vandaag beginnen met de Amazon Prime film Roadhouse. A friend of mine suggested I come talk to you. I own a roadhouse out in the Florida Keys. A Roadhouse is een film van Doug Liman. Ik heb hem niet gezien, jongens, sorry. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Doug Liman heeft Edge of Tomorrow geregisseerd en The Bourne Identity. Hij is geschreven door Anthony Bogazzozzi, Chuck Mondry, pak het, R. Lance Hill. En hij is met Jake Gyllenhaal, Daniela Melgiel, Conor McGregor. Van? Ja, de UFC. Geen familie van? Dat denk ik, mag hoop van niet. Nee, van mij niet hoor. Van, niet van Ewan McGregor. Nee, ik denk het niet. Anders was dat wel tevoorschijn gekomen. En Jessies? Ja, misschien kan Jessica. Jessica Williams. Ik heb geen idee. Okay. Oh, ik heb dat getypt natuurlijk. Er staat ook Frank. En het is een remake van The Roadhouse uit 1989 met Patrick Swayze. Waar we nu even een stukje van zien. Patrick Swayze is Dalton. I thought you'd be bigger. Opinions vary. Ja, dat is wel een goeie. En Pim, in het kort, waar ging Roadhouse? De nieuwe. Of misschien allebei. Zo nee, van niet helemaal. Okay. Kan niet eigenlijk. De nieuwe gaat over een oud UFC fighter die ingehuurd wordt door Frankie. Die heeft de Roadhouse. Dat is letterlijk een Roadhouse. Die heet de Roadhouse. Om daar eigenlijk een uitsmijter te worden. En dus, ja, die heeft een Roadhouse. Okay, ja. Goed, makkelijk te onthouden. Ja. En om daar uitsmijter te worden en om even de boel een beetje schoon te vegen. En dan komt hij erachter dat er een iets groter probleem is dan dronken lui door de deur naar buiten flikkeren. Shenanigans ensue. Drugs! Drugs! It's drugs, people! No, land! It's land, goddammit. It's land. In principe is het wel het soort van hetzelfde als het origineel. Het principe is hetzelfde. Hij wordt een uitsmijter in een tent waar eigenlijk alles erger is dan die op voorhand had gedacht dat het zou zijn. Ja, klopt, maar... Maar goed, voor $5,000 per week wil ik toch ook wel een week zien. Ja, per nacht. Of per nacht zelfs? Ja, 5.000 per nacht. Vond veel nee, geld. 500 per nacht. Nou goed, nee, dat was in de originele was het 500 oh, dus, volgens mij per, weet ik veel, per nacht. Ja. Inflatie is het. Precies. Maar inderdaad, cool. Ja. Dat is nu €3 of zo. Uitsmijter. Okay. Met een verleden ook, hè? Ja, want er is natuurlijk iets gebeurd. Oud UFC fighter. Er is een reden waarom hij niet meer vecht in de UFC. Mm-hmm. En Patrick Swayze had ook vroeger iets gedaan, waardoor hij eigenlijk dit werk doet. Ja, en in de Roadhouse. Deze Roadhouse. Roadhouse de nieuwe Roadhouse. Yeah. De Roadhouse. Daarbij vertellen ze dat heel graag, heel duidelijk. En bij de oude Roadhouse, Old Roadhouse, houden ze dat een beetje voor de kijker van wat gebeurt er allemaal. Dat is allemaal precies gebeurd, soort van dit. Oké. Okay. Nou, de term flashback is überhaupt niet in de eerste, toch? Nee. Nee, dan wordt het eigenlijk meer soort van geïmpliceerd. Wat, ja. Maar wat vonden jullie van Doug Liman? Is niet de minste regisseur. Soms wel. Wow. Hij heeft ook best wel shit gemaakt hoor. Best wel dingen gemaakt waarvan ik denk van... Dit is niet... Is dit film? Is dat kino? Weet ik niet. Nee, denk ik niet. Maar twee dingen die wel goed zijn, maar die staan in de lijst. Wat maakt dan? Nou ja, de Bourne Identity is toch prima. En ja, die is Tomorrow goed. Is prima. Maar die hij is heeft goed. Ook... shit, heb ik die naam kwijt. Ja, ik weet welke je bedoelt. Jumper. Jumper heeft hij ook gemaakt. Oh, die vond ik best leuk. American Made is blijkbaar ook van hem. Ja. En heeft hij dat dan nog zo flater gemaakt? Ik weet niet, het is een beetje zo'n mix bag bij hem. Hit and miss. Mr. Ja. and Mrs. Smith is ook van hem. Jezus, ook. Hè. Nou, ook meer Doug Liman films gezien dan ik Fair dacht. Game, inderdaad. The Swingers. Oh. Maar goed. Roadhouse. Roadhouse. Ja, dat vond je beter of slechter dan origineel? Slechter. Vele malen echt een stuk slechter. Echt stuk slechter. Echt een stuk. Waarom vond je hem stukken slechter dan? Nou, het eerste verhaal technisch. Het show don't tell is blijkbaar... Zijn ze blijkbaar vergeten tussen de jaren 90 en 2000 of zo. Ja. En het is gewoon wat...
minder goed acteerwerk. Ook al is die eerste best wel cheesy, maar dat is een beetje die... Ik weet niet, dat past er een beetje bij. Ja, het is bij die eerste dat... ook zo mooi dat de cheesy wordt aangekondigd. Van, ja, heeft, dat is dan zijn flashback. Dat is geen spoiler. Ja, weet ik niet. Je weet dat het gaat gebeuren. Dus hij heeft ooit iemand een keer stothoofd uit zijn nek getrokken. Ja. En dan weet je, ja, dit gaat natuurlijk straks een keer in gebeuren. In the business, we call that foreshadowing. Ja. Maar dat was echt zo. Want dat vond ik, ik vond hem bij de originele leuker. Want ook gewoon puur hoe die geïntroduceerd wordt. Bij de nieuwe... is het van, oh ja, hij is gevaarlijk, bla bla bla. Maar bij de originele is het, hij is, iedereen denkt, oh, hij is zo'n supervechter. Maar de eerste soort van half uur, na een kwartier, laten we het afronden, een kwartier. Al die confrontaties die Patrick Swayze dan heeft, die doet hij zonder geweld. Dus die heel kalm en rustig. Dat vind ik dan soort van een interessanter gegeven. Van, oh, hij trekt zo de kop van je hoofd of de kop van je nek af als je niet uitkijkt. En dat is dan een soort van... En dan krijg je dat contrast van... Oké, maar hij lost dus dingen slimmer op. Hij denkt meer na voordat hij wat doet. Ja, ik vind ook echt dat Patrick Swayze is ook echt een uitsmijter. Ik heb Jake Gyllenhaal doet geen reet. Nee, die smijt helemaal geen niks uit. Niks. Alleen maar koffie zuipen. Bij het eerste, ja. De eerste soort van gevecht met die Dell en zo. Dat is zo, oké, nu gaan we, gaan we even naar buiten, bla bla bla. En bij Patrick Swayze was dat soort van de truc van... Ja. Oké, kom maar naar buiten, dan fixen we het buiten. En die luiden ze helemaal zo, oké, maak je helemaal af. En dan loopt hij gewoon naar buiten. En dan loopt hij weer naar binnen. En die twee dudes, die moeten dus buiten blijven, want die komen er dan niet meer in. Dat soort shit vond ik veel beter dan bij de Doug Liman Roadhouse. Van, oh, hij slaat ze allemaal in elkaar. En dan krijg je dat hij ze dan naar het ziekenhuis brengt. En dat soort shit, weet je wel. En dan... Ook hoe die dokter dan geïntroduceerd wordt, is ook heel erg klungelig en shitty. En het is allemaal een beetje zo van bleh. Ik vond het wel grappig dat hij dan zijn eigen slachtoffers naar het ziekenhuis brengt. Ja, ja, dat was wel, dat vond ik wel zo. Er zaten wel echt een paar momenten in die ik wel echt leuk vond. Ja. En gewoon, oh, grappig. Maar dat was het niet, er zat verder niks. Dat was het. Nee, nou, je merkt heel erg dat het heel erg geforceerd, want wat dat, ik weet ook niet waarom dat is, dit deel... hij komt aan in dat dorpje waar dan dat roadhouse is. En er is een klein boekwinkeltje. Ja, met een meisje. Een exposition. Echt, ja, precies. Nou, je weet, oké, er gaat iets met het boekwinkeltje gebeuren. Want die hebben een band. Terwijl die band wordt eigenlijk helemaal niet opgebouwd. Nee, ze hebben al... door een lieve oude man. Nee, weet maar als hij nou zegt van ik kom daar iedere dag en ik lees boeken. En dan heb je zo'n beetje dat Leon effect. Wat Denzel Washington zou doen, weet je wel. Ja. Eigenlijk wel. Ja, en precies. Dat, wat je bij de Equalizer ook gewoon goed krijgt. Precies. Zegt, alleen hier is dat... Ja, dat vond ik ook zo. Ja, ik zei echt dat origineel heb ik een dag van tevoren gezien voordat ik deze zag. En het was echt hoe het is verteld. Ik zat meteen zo'n, oké, die Roadhouse is dus gewoon een film. En een soort van deze is een soort van, ik weet niet wat. Het is een soort, ja, and then heb je dan de hele tijd. Er zit niet, dit gebeurt dus daarom of Dalton kent hem op deze manier, zodat... Ja. Blablabla, wat je dan bij hebt, hij koopt dan een auto of hij gaat dan bij die Emmet volgens mij dan op die boerderij wonen en zo. En dan heb je dat allemaal van, ja natuurlijk, hij moet een slaapplek hebben en hij loopt een beetje met die gasten, blablabla. En hier is het echt gewoon, oh ja, ik woon op een boot, want dat heet de boot. Ja. Ik snap het. Ja, ik snap het, maar dat is allemaal zo... Ja, je hebt niet echt het gevoel alsof hij daar, het lijkt net alsof hij daar 5 dagen is. En dan explodeert de handel. En bij de Roadhouse zie je ook gewoon... Oké, het is wat mooier geworden. De originele. Het is wat mooier geworden, wat beter. Hij heeft een soort van team opgebouwd. Blablabla. Bla, bla, waar je ook echt 5 seconden van ziet in de remake. Van, oh ja, jullie twee zijn wel cool, hè? Ja, en dan gooien ze iemand naar buiten. Oké, establish dat zij dit dus elke keer doen. Of het zijn eigenlijk 3... Je weet het niet. En ja, bij de originele is het echt gewoon veel... Ik weet niet, het verhaal technisch is het gewoon veel beter gedaan en verteld. Nou, die nieuwe was gewoon... Ik vond het echt een beetje revenge porn. Van, dit is... Iedere keer wordt er inderdaad established van... Oké, dit is dan zo'n... In deze scène, dit is de bad guy. Ja. Want deze komt nu shit veroorzaken hier in the roadhouse. Ja. En dan komt Jake Gyllenhaal en die komt het wel eventjes een klap geven. En die wint altijd en op een gegeven moment is het natuurlijk niet meer, want dan is het natuurlijk een klein dipje in zijn want dan komt het op een gegeven moment natuurlijk weer een betere dude komt het dan. Bigger fish. Ja, ja, precies. Maar in ieder geval, zo voelde zeg maar, de eerste 5, 6 vechtscènes voelde heel erg zo. En dan op een gegeven moment, dan heeft hij dus zeg maar, die betere dude, krijgt hij even wat klappen en dan vervolgens is het daarna weer gewoon eigenlijk zonder weerstand. Dat hij gewoon iedereen even op zijn gezicht met. Ja, ja. Ik vond dat heel erg een beetje het soort van, ja, het voelde niet als een
ja, hoe zeg je dat? Het hoeft niet per se een hero's journey te zijn of zo, maar je wil wel dat je hoofdpersonage een beetje... Er zat geen progressie in. Het was echt de hele tijd dit zo en dan... en dan gewoon zo recht. En bij de Roto's was het echt van, oh, oké, maar ook persoonlijk conflict. Bla, bla, bla. Dat miste ik ook wel, ja. Ja. Hmm. Het was echt veel meer een film. Want je kan bijna in die remake kan je bijna zien wat ze wilden doen. Maar ze wisten niet hoe ze dat moesten vertellen of zo. Dat is ook lastig. Want Jake Gyllenhaal, Dalton is heel erg soort van vriendelijk en aardig. En soort van zachtaardig. Soort van, zo komt hij over. En natuurlijk wilden ze dan soort van, dat wil je dan vertellen op een andere manier dan in de film. Dat hij dat heeft gedaan om te compenseren voor zijn gedrag in het verleden. Waarbij die iemand dus dood is gegaan. Maar het probleem is dat ze dat dan letterlijk aan jou vertellen. Hij vertelt van, ja, weet je waarom ik altijd zo aardig ben? Ik ben bang als ik kwaad word dat ik mensen vermoord en shit. Ja. En bij de originele is het veel meer van... Dat Sam Elliott is een originele. Oh, dat wist ik niet. Ja, ik heb het al niet gezien. Badass personage. Fuck, vent, ja, maar ook echt gewoon... Ja, ook echt gewoon dat hij dan zegt van... Jongen, draag je nog steeds dat fucking trauma bij je? Dit is al een tijd geleden, hè? Je kan er niet de hele tijd van vluchten. Want het maakt niet uit waar je komt. Die shit zit in je hoofd, dus dat zit dan bij je. En als iemand een wapen opricht... Nou, natuurlijk, ik vind het niet gek dat je iemand vermoordt, bla bla. In de business, we call this foreshadowing, again. Maar dat is veel beter dan dat hij zelf zegt, als Patrick zegt... Oh man, dat achtervolgt me nog steeds, joh. Dat ik iemand heb vermoord toen die keer. Flashback. En ja, ik ben de hele tijd te bang voor dat ik dat weer ga doen. Foreshadowing. Dat is zo van, hou op. Zo. Ja. Nee, ja, eens. Maar weet je, en dat is het punt. Kijk, remakes zijn sowieso al in essentie overbodig. Maar ik kan gewoon, ik heb dat zitten denken. Wat is nou de reden waarom je kiest voor deze film? Om daar een remake van te maken? Want het is niet dat die film een belachelijk succes is geweest. Maar 30 miljoen opgeleverd. Het is wel een cult classic. Is het een cult classic? Ik had er nog nooit van gehoord. Dit is voor mij een film die heeft... Amerikaanse cult classic. Nou ja, ik denk dat deze film in de videotheek tijd... goed geboeid heeft. Het was wel echt een van die Patrick Swayze dingen. Net zoals Big Trouble in Little China. Patrick Swayze, dude. Ik ken één film met Patrick Swayze en dat is fucking Dirty Dancing. Oh. Ja. Nou, ik wilde zeggen Ghost, want die heeft hij juist gemaakt Roadhouse. Ja. Omdat hij zo in elkaar getiefd was dat hij zegt, de volgende film, ik doe het lichamelijk even gestaan. Ja. Dat ben je letterlijk een spook die overal doorheen loopt. Dat vind ik wel een goede move, maar... Wow. Ja, nee, het is echt gewoon zo'n... Ja, het is wel echt zo'n cult classic. Net zoals Big Trouble in Little China was. Het was echt zo'n action, ass-kicking, martial arts-achtige Amerikaanse... de jaren 80. Ja. Echt de nou, zoals we ze kennen uit de jaren 80 de actiefilms. In die zin gaat hij prima mee in het rijtje. Het is ook een beetje het laatste, 89. Dus dat klopt ook wel. Ja, ja. Maar dat is oprecht een leuke film als je hem ook in de tijd plaatst ook. Want je ziet heel veel dingen die je vroeger... Daar kwam je vroeger nog mee weg. En dan bedoel ik natuurlijk hoe er met vrouwen omgegaan werd. Het verdient geen schoonheidsprijs, maar in principe flikken ze allemaal bosjes om, zodat Patrick Swayze voorbij komt. En die dokter ook. En gaat het in het origineel hetzelfde als in de remake. Alleen met het origineel denk je, ach ja, 80, tuurlijk zo'n vrouwelijke dokter. En iemand die zijn eigen, wond hecht. Dat valt natuurlijk een kat zo aan bij zo'n man. Toch, Henk? Ja, dat was echt een dude, bro. Nou ja, en dan wordt ze vervolgens door de hele kamer geslingerd als ze hem natuurlijk een keer bezoekt, die boerderij. Hartstikke leuk. Maar nu, hetzelfde idee, maar nu denk ik, ja, maar daar gaat natuurlijk geen dame op aan. Zou je denken, maar zij gaat daar wel degelijk op aan. En dan krijgen we die rare bootscène, dat ik denk, ja. Maar dat is ook raar. Dan gaan ze naar zo'n ergens midden in het water, bij een of andere vaag eiland, kan allemaal prima. En zij is uit op, nou, duidelijk. Uit de liefde. Op de seks, dacht ik. Zo. Want het punt is, er wordt gezoend, shot weg, ander shot. En dan zie je hen weer. En dan zijn ze volgens wel zeiknat, dus... Wat is daar gebeurd? Mm. Ja. Maar dan denk ik, dat kan man allemaal niet meer. Delete it. Ja, extended edition. Delete it. Maakt niet uit. Maar in ieder geval dat ik dacht van... Waarom? Ja. Ik weet niet wat mijn punt was. Oh, mijn punt was dat het toen wel allemaal kon. Nu niet. Dus dan moet je een andere arc verzinnen. Als je zegt van, ik wil een soort van relatie ontwikkelen tussen de vechter en de dokter. Dat was voor mij heel leuk. Ja, ja. Dus, over vechters gesproken. Ik weet niet, ik vind ook gewoon de manier waarop... De film met de karakters omgaat, vind ik eigenlijk dan... Als je zegt, ja, vroeger kon dat. Dan vind ik eigenlijk respectvoller. Ah. Respectvoller dan deze. Ik weet niet hier of het kon, is het allemaal maar... super flat. Die is eigenlijk nog flatser. Hmm. Want er is geen tijd voor genomen. En bij die originele heb je tenminste nog van... Oké, hier komt ze vandaan, dit doet ze, bla bla bla. Dan heb je veel meer... Het is veel meer een personage waar je soort van... Je in kan vinden. En bij
de Roadhouse nieuw. Ik weet niet hoe ik de hele tijd moet zeggen. Bij de remake is het soort van... Ja, alles is een beetje plat. Van, oh ja, dat is een dokter. Ja. Oké, volgende keer heeft ze een bikini aan. Want het is Miami, dus weet je. Dat is dus bijna respectvoller. De origineel is bijna respectvoller. Want zij was gewoon... Meestal had ze gewoon kleding aan. Deftige dame was het. Ja, ja. Zoals ik zo van, ja. Zou dit nou zijn omdat... Mensen zoeken naar Roadhouse en dat ze dan tenminste iets te vinden hebben. Ook al heb je de rechten niet op Roadhouse, zeg maar. Nou ja, Roadhouse is natuurlijk van MGM. En Amazon heeft natuurlijk vorig jaar of twee jaar geleden natuurlijk al die rechten. Ja, dat zag je, dat zie je ook in het intro meteen. Dus die gaan natuurlijk heel erg de boel zitten te... hoe zeg je dat? Te cashen. Want ja, dat hebben ze natuurlijk voor weet ik niet hoeveel meer aangeschaft. Dus dat moet ergens... Ja. Alleen hier was natuurlijk ook gedoe over, want Doc Liman. Onze grote vriend Doc, die heeft natuurlijk ook geweigerd om promotie te doen voor de film. Want hem was de worst voorgehouden van deze film gaat aan de bios draaien. En daar heeft Amazon gezegd, gaan we niet doen. Die komt gewoon rechtstreeks op streaming. Dus hij heeft toen uiteindelijk zijn handen ervan afgetrokken. Promotie-wise. Dan kan ik me wel afvragen hoe goed deze film het had gedaan. Is er deze maar in de bios hebben gekeken? Ja, de eerste hype dan van Roadhouse. Ik denk dat dat soort van... Ja... Dus dan hoopt ze ook op een soort van internet meme status of zo. Nou, dat lukt bij die Conor McGregor. Gaat dat wel lukken, denk ik. Daar komen wel genoeg memes uit. Ik had toen gezien, ik had die UFC gevecht gezien dat Jake Gyllenhaal daar kwam om opnames te maken. Wat best wel grappig is op zich. Ja. Dat hij echt gewoon bij de pers stuk. Dan is echt zo'n moment dat er gewoon niks gebeurt. En dan komt opeens Jake Gyllenhaal fake op als fake vechter. En iedereen zo, wow, dat is best wel fucking sick. Dus alles is een beetje een soort van... Ah, dat was wel gaaf. Oh my god, it's Jake Gyllenhaal. Ja, die komt er echt gewoon zo. Want eerst was hij gewoon de normale weg. Dus die gingen toen weg. En toen kwam Jake Gyllenhaal opeens met veel bombari op de way in schaal staan. Dat soort shit. Dat was wel grappig. Dus ik dacht, oké, misschien als ze zo hun beste voor doen voor dit stuk. Met lege publiek vakken erachter. Dacht ik, klungels. Wat een kuthoek om dan je camera te positioneren. Ja, dat vond ik echt slecht. Of tijdens die weigh-ins. Ja, maar die weigh-ins waren wel gewoon echt... Dan moet je toch een hoek zoeken of je plakt dat er digitaal in, toch? Je gaat er niet een lege tribune als hij die ene in elkaar staat te timmeren. Oh ja, gewoon... want ze mochten niet filmen in de Octagon zelf. Dat gebeurde niet. Ja. Dus dat is allemaal fake. Maar dan is het echt zo van, doe de mensen in of doe lampen super blurry bokeh effect. Want ik het is een flash. Verzin iets. Duidelijk van hele felle lampen en dan in de lampen filmen. Want dus je zag bijna niks wat achter hem gebeurde. Ja, maar net genoeg. Waarschijnlijk dachten ze van, nou dat zie je niet, maar je ziet het wel. Ja. Precies. En niet zo klein beetje ook. Nee, maar op naar meer remakes van Amazon. Laat me zitten. Ik wil het aan de regisseur. Houden jullie je hart niet vast voor James Bond nu? Volgens mij zijn daar de... Dat is ook Amazon nu. Ja, maar er zijn de afspraken net iets anders. Mm. Ja, die hebben wat meer pull, denk ik, met James Bond. Komt het vast goed. Kijk maar naar Lord of the Rings. Hele strakke afspraken. De broccoli's hebben daar nog aardig de vinger in de pap zelf. De broccoli's? Ja. De broccoli. Heet dat zo? Ja. Albert R. Broccoli, dat is de grote man. Nooit van gehoord. Ik ben trouwens vergeten om volgens mij mijn groene kleding aan te doen. Ja, inderdaad, ja. Je hebt de ik heb jou blauw. Nou, ja, de shock. Ja. Maar mooi. Als je Prime hebt, niet kijken. Kijk gewoon de originele. Ik vond het best wel een goede film. Ik kan het verbaast me dat ik heel lang geleden dat ik hem heb gezien. De originele? Ja. Ja, oké. Dan kan gewoon de originele kijken. Ja. Maar had je nou niet gedacht van dat strotte hoofd, dat gaat ook nog terugkomen in die remake, hoe Grinch dat ook is? Nee, omdat je dat niet echt zo... Werd die aangekondigd? Nee, en ik dacht omdat het natuurlijk tijdens een wedstrijd was en dat soort shit, misschien was het wel gewoon, oh ja, hij verliest dan de controle, want dan wordt het rood voor zijn ogen, bla bla bla, weet je wel dat. Maar dat was zo onhandig soort van gepresenteerd, dat ik echt zo dacht van boeien. Ja. Ding ding ding. Originele Roadhouse gewonnen. Zeker. 100%. Ja, makkelijk. Maakt Sander natuurlijk een leuke segue, want Aaron Taylor Johnson is gekozen als de nieuwe James Bond. Ja. Ik vond het wel leuk. Maar daar zijn maakt het echt de meest generic dude die ze maar hadden kunnen kiezen. What the fuck? Ik snap het gewoon niet. Dit is gewoon echt letterlijk... Als je zegt van oké, we willen weer... Een soort van de... Hoe heet die knakker nou? Daar vorige James Bond. Daniel Craig. Bond films opnieuw maken. Mm-hmm. Ja, dan moet je zo iemand kiezen. Maar je wilt toch juist iets nieuws doen?
Ja, maar het is... Het is toch juist nieuw niet. Om voor een generic dude te kiezen? Want Daniel Craig was toen helemaal ophef over... Nou, dat was ook een generic dude. Nee, het was helemaal een ophef over dat hij niet James Bond was. Er waren zelfs protesten, blond, hè? Dat was natuurlijk het probleem. Petities, dat soort shit. Ja, maar dat heb je altijd. Hij is wel een beetje de Timothy... voelt wel een beetje Timothy Dalton vibes. Ja, maar ik hoop dat ze wel daar naar terug gaan. Als ja, maar Timothy Dalton hebben ze echt al 3 keer deze rol aangeboden. Uiteindelijk bij de 3e keer gezegd, oké, ik heb nu tijd, nu doe ik het wel. Dus ja, ik weet niet, ze zullen er een idee bij hebben. Volgens mij staat James Bond op dat vlak niet echt bekend om zijn originaliteit of zijn gedurfdheid. En sowieso moet je dat niet willen, denk ik, want daar haal je een hoop gezeik mee op je halsboel. Dat was natuurlijk dat die Naomi, hoe heet ze nou ook weer? Linda... Nou goed, die dame uit No Time To Die, die was natuurlijk 007, daar was natuurlijk al hoop gedoe over. Ja. Zijn natuurlijk allemaal tere zieltjes, al die bondliefhebbers. Nee, dat is niet waar. Maar het is wel, ik had ook voor iemand anders gekozen, daar gaat het niet om. Maar ik zag hem in Bullet Train, daar dacht ik, oh ja. Lemon, where's the briefcase? Oh, it's that shit. It was just there. Ja, ik zie dit wel gebeuren. Ja, ik vind het een beetje zijn verschil. Ik denk ook dat hij het wel kan, maar ik vind het gewoon, het is echt zo'n veilige keus. Gewoon zo saai. Nou ja, maar wat het dan beter maakt is dat ik zou dan tof vinden als ze dan zeggen, weet je wat, we gaan weer terug naar de 60s. Ja, dus okay. De tijd waarin James Bond geleefd. Maar dan juist fucking Idris Elba en dan maak je een soort van blaxploitation James Bond. Hoe vet zou dat zijn? Ja, maar dat hebben ze al eens een keer geprobeerd met Roger Moore, dat viel niet de goede aarde. Ja, maar en Idris Elba is wat 51, 52, dan gaat die man 2 films maken, kunnen we weer op zijn nieuwe. Dat is toch juist leuk? Dan heb je keer wat van, ja. Leuk. Ja. Commitment hebben we gewoon de hele tijd. Fuck dat, je wil gewoon elke 3, 4 films moet er gewoon een nieuwe iemand. Het is gewoon kut als iemand 20 jaar lang die rol doet. Want als je dan... Hoezo? Sean Connery is toch ook niet kut? Die heeft dat ook 20, 30 jaar gedaan. Roger Moore. Sean Connery is Sean Connery. Hoe oud was Roger Moore toen hij begon? Die was ouder dan Connery. Ja, maar hij was toch iets van... Ook ergens in de 45? Ja, 40 nog, denk ik. Ja. Maar Sean Connery is Sean Connery. Ik bedoel, sorry, die Aaron Taylor-Johnson, het is een aardige vent, maar... Ja, ik zit echt niet in hetzelfde kaliber als fucking Sean Connery. Ik niet. Maar ik bedoel meer qua bondreeks. Dit is de hele premisse van heel dit serie. Je hebt een paar delen, heb je dezelfde bond. Ja, een paar, maar niet 20 jaar. Nee, maar, als ze bij Craig, die is het vanaf 2006 geweest. Tot 2021. Ja, dat is bijna. Dus nu 2024 hebben we nog geen Bond film gehad meer, zonder Craig. Nee, maar ik bedoel meer als ze bijna 20 tempo jaar. Erin hadden gegooid. Er zat tussen Quantum of Solace en Skyfall zat 4 jaar ook. Ja. Man, nee. Nou, en dan kan Spectre waar je weer 3 jaar verder. Ja, als je iedere keer zo lang de tijd neemt. Vroeger zat er maar 2 jaar tussen. Met Bond films. Ja. Ook in de Pierce Brosnan tijd. Dat je 95 GoldenEye, 97 kwam Tomorrow Never Dies. En na 99 had je The World's Not Enough. Ja. Nou, ja. En zo. En, ja, dan, en toen kwam. En toen kwam. En toen kwam de mooiste ooit. Die Another Day. En ja, maar was GoldenEye was echt nog steeds een van de betere Bond films. Hmm. En dan kreeg je die rest die erna kwam. Was echt wel flut. Klopt. Tomorrow Never Dies. Ja, die had ik vroeger op video. Dat vond ik heel leuk. Cool. Ik vond hem leuk. Ja, ja. Dat was toch met die Butler nieuws... zit daar nog in, hè? Heel ja, met die nieuws shit. Ja, Gerard Butler. Maar je hebt ook, dus in zo'n Timothy Dalton Bond heb je ook Benicio Del Toro zit daar ook in. Dat vergeet ik ook altijd. Ja, Liza to Kill. Dat vind ik het leukste. Ja, dat hij zo dat in die Shredder gaat. Spoiler, Shredder gaat met... met die haai en zo. Ja. Ja, dat is echt gewoon de Dr. Evil. Ja, dat is fantastisch. Ja, wordt de gas opgegeven door een haai. Dat is echt best. Sharks with freaking laser beams on their head. Fucking Rogue. Ja, maar dat was al bij Timothy Dalton. Die was eigenlijk... Dat was eigenlijk al de Daniel Craig van toen. Ja. Alleen toen trokken we dat allemaal niet een realistische Bond. Als Bond uit water komt, dan stopt dat goed, is haar goed. En als Dalton het water uitkwam, dan halve verzopen kat. Ja, ze komen wel allemaal uit water. Alleen dat pikten we toen nog niet. En daarom vonden we Dalton. Ja. Ik vind hem nog steeds een hele goede Bond. Ja, maar ik vind Dalton ook. Dat is echt zo'n. Dat is echt Bond van hoe de boeken zijn geschreven. Ja. Echt gewoon een beetje een soort van getraumatiseerde gast. Ze wilden hem al na Connery hebben. En toen heeft hij gezegd, ik vind mezelf te jong. En toen Roger Moore doet dan maar. Nou, bla, en toen hebben ze nog een keer aangeboden. Zei, sorry, ik heb een andere film. En toen duurde het zo lang voordat ze eindelijk Living Daylights op papier hadden. Wat dingen ze nog thuis. Tussen, heet die knakker ook weer, die 1 keer Bond heeft gespeeld? George Lazenby. Ja. Zat hij er tussen? Tussen Roger Moore en... Nou, die eigenlijk dus Connery zelf. Connery is daarna nog teruggekomen voor Diamonds Are Forever. Het zou mij niks verbazen als dit de laatste of de ene laatste Bond is. Nee, dit gaat eeuwig Denk je? Maar ik zie Amazon ervoor aan om dit gewoon compleet
te verkrachten zo erg dat mensen er gewoon niet meer op zitten. Ja, maar te ik denk dat ze dan alleen maar geld tegenaan gooien en verder die de producers gewoon ding laten doen. Ja, maar dus, ik kan me wel voorstellen dat de producer het zelf verkracht, hoor. Ja, maar de kracht van James Bond is dat gaan zelfs mensen zoals mijn ouders, die gaan nooit naar de bios, maar als James Bond rijdt, gaan ze wel. Daar zit de hele generatie achter. Heel veel mensen, dat is in 62 is dat gestart en dat loopt nog steeds. Ja, volgens mij valt dat echt wel mee, hoor. Nee, dat is echt waar. Dat zijn dus die filmscoren standaard hier in Nederland. Bakken met geld. Cinematic event. Ja, dat is goed. Dat is gewoon een money making machine. Ook al is het niet goed. Dat maakt één keer niet uit. Ik geloof je. Als het natuurlijk zich volgt, Dan heb je een probleem. Dan wordt het lastig. Ja. Maar volgens mij dat zie ik dus wel gebeuren. No Time to Die was... Hoe goed was die ontvangen? Als in knaken? Ja, box office succes heel goed. Ja, ja, maar dan komt ook van... Oh, het is de laatste Craig film. Ja, en net na corona. Maar laten we eerlijk zijn, er was gewoon geen reet aan. Nee, ik vond hem ook geen goede film. Nee, Casino Royale was een goede... Ja, precies. Skyfall was ook wel best. Ja, die was wel leuk. Maar ja, als je straks weer... Ik vind jouw idee vind ik wel goed. Ik bedoel, welke acteur is dan een beetje generic prima? Ja, naar de 60's. Ja, en dan naar de 60's vind ik wel leuk. Dat je dan het enige wat hij zeg maar als soort van special ding heeft... is dan een mesje wat uit zijn koffer komt, zeg maar. Dat soort dingen. Dat is toch vet? En dat merk je ook al. Zo'n user's microfoon uit een bosje. Ja, precies. Dat soort dingen. Het Niels. Maar dat merk je ook al. Of in ieder geval, dat was bij die eerste Kingsman ook wel. Dan merk je dat die class en zo... maar dan niet het super technologisch advanced. Dat spreekt wel aan, denk ik. Nou, dat was natuurlijk waar Dynar de Day uiteindelijk mee over de kop ging. Dat overal was een technologische oplossing voor. En dat ging die onzichtbare auto. En dat was dat gewoon vast gewoon te veel stappen vooruit. En mensen dachten, ja, maar je mag best onzin verkopen. Dat mag in een film, maar dit is James wel een Bond beetje moet ook too een much. Beetje een dude zijn die skill heeft om het te gebruiken. Niet gewoon op een knop drukt. Oplossen. Niet voor niks dat dat contrast met Daniel Craig natuurlijk zo groot was ineens. Ja. Want dat was een stuk realistischer. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik geef eigenlijk geen ene reden om de Bond franchise. Dat maakt niet uit. Jij was gewoon roosten. Gewoon, jij was... Dat gevoel was om niet echt gezellig geweld. Ja, en dat ook. Ja. Nee, maar ik vind... Ja, ik... Nou, ik heb het zien. Ik ga er open in. Ik ga het gewoon wel kijken. Maar ik ben niet per se onder indruk van de keuze. Want er ging natuurlijk al jarenlang, zelfs voor No Time to Die, gerucht van... Oh, misschien wordt die het. Misschien wordt het wel een vrouw. Ja, maar dat hoort ook bij de franchise dit, hè? Ja, dat is waar. Gesuggereren altijd. Ja, maar ik dacht zo, dit is voor mij de eerste ronde. Dat zo jong ben ik nog. De eerste ronde. Nee, hoe doen we dit tegenwoordig? Dan wilde ik het nog even hebben over onze special die wij laatst hebben opgenomen. Ja. Want er was wel een hele... wij waren ergens speciaal naartoe gereisd voor een speciale persoon. Een klapper. Ja. Ga je een stukje instarten? Nee, je gaat eerst vertellen waar het over gaat. Oh. Nee, we hadden natuurlijk een... voor mij in ieder geval het eerste interview. We hebben het uiteindelijk het gesprek met genoemd. Want we vonden een interview. Dat was het helemaal niet. Want het was gewoon een leuk gesprek. Met René Mioch. In Pathé Tuschinski. Naast onze reguliere afleveringen was het zowaar tijd weer voor een special. En dat heeft natuurlijk alles te maken met onze special guest voor vandaag. Met hem bespreken onder andere hoe het is om alle wereldsterren te interviewen. Zijn streamingdiensten een vloek of een zegen? Waarom is Jurassic Park een slechte film? Wil ik ook nog even vragen. En hoe is het gesteld met de Nederlandse film? Kortom, een heleboel vragen. Nu de antwoorden nog. Dat doen we vandaag met René Miel. Welkom bij Filmerts. Ik ben Richard. Ik ben Henk. En vandaag dus special guest René Mioch. René, welkom. Dankjewel. Maar eigenlijk zijn wij bij jou thuishaven een beetje. Nou, dit is inderdaad wel een plek waar ik ongelooflijk veel kom en ben en geweest ben. En we hebben daar een uur gezeten. Voor mij hadden we 3 uur kunnen zitten. Zeker. Dat was superleuk. Want ja, die man zit natuurlijk vol verhalen. Ja, zeker. En we stelden hem een vraag. Dat hebben we gehoord. Jees. Ja, we gooiden een balletje op. En het kwam. Je hoeft alleen maar een naam te noemen. Ja, bijna wel. Ik vond het wel heel leuk dat ik heb heel veel, behalve dat mensen het heel leuk vonden om te luisteren, ook heel veel mensen een soort van openbaring van, oh, wat leuk dat die man vol met van die verhalen zit. Dat is natuurlijk een beetje, dit ligt bij 30 ergens een grens van, ben je boven de 30, dan weet je nog wel wie het is, maar daaronder, dat mensen zijn hem een beetje kwijt. Nee. Maar, ja, klopt. Dat mensen, oh verrek, die man zit, heeft echt leuke verhalen te vertellen. En die heeft, nou, dat is ook niet zo gek, want hij doet natuurlijk al 45 jaar zit hij in deze branche. In de dienst. Dus ja, hij heeft ook heel veel verhalen te vertellen. Dus men vond het heel erg leuk om naar te luisteren. Dus hij had eigenlijk langer moeten duren, kreeg ik als commentaar terug. Ja, nou, dat is mooi toch? Smaak dus dan doen we het gewoon de tweede keer. Ja.
Ja, hij staat waarom niet? Op de channel. Hè? Dus als je hem wil kijken of beluisteren, dan kan je dat doen via Spotify. Of YouTube kan je hem ook nog zien. Ja. En kijk vooral even... Via Spotify toch ook? Spotify ook. Maar dan kan je in ieder geval kijken naar de Duo Action camera dinges. Ja, oh ja. Al twee camera's, jongens. Hey, Heeft lang gekost om te editen. Ja. Nou, zat er profi uit, Henk. Nou, dankjewel. Het was een leuk gesprek. Dat was zeker een leuk gesprek. Ja. Ja. Dus, was ook leuk om naar te luisteren. Moet ik jullie naar nou, vragen. Ja. Nou, het was oprecht ook waar hij kwam binnen. Het was ook meteen van... Ja, het was heel relaxed. Leuk en relaxed. En we gingen zitten en het ging gewoon aan. En nou ja, uiteindelijk dat die man van Tuzinski zei van... Jongens, die bar gaat om 1:30 open. Ja. Het is nu 11:45. Oh, daarom was moeten dat. Moeten die wel stoppen? Oh, kun je even afvolden? Een vaste tijdlimiet. Ja, hij had wel gezegd van... Weet je, prima, je kan hier zitten. Want we hadden eerst een andere plek bedacht... Waar wij zaten verkeerd. Wij mochten ook in een VIP-lounge zitten. Mm-hmm. En ik was er ooit een keer geweest met een rondleiding... Maar blijkbaar is er nog een VIP-lounge. Mm. Die is groter. Want echte VIP-lounge. Ja, want die was een vrij bedompen hok met een gordijntje. En toestand dat wij kwamen daar binnen. Ik vind het te donker. En ik zeg, ik vind het ook niks. Ik vind het te klein. Dus later hebben we dat ook tegen René gezegd. Hij zei, joh, maar daar kennen er 200 man in. Dat ik dacht van, huh? Als je toen, daar 200... Nou, alsof je dus, hier zeg maar 200 man wil poppen, dacht ik, is volgens mij niet dezelfde kamer. De trein in Utrecht, dus we hebben het over spitsuur. Twee verschillende dingen. Ja. Maar toen zei die man van Pathé zelf van, joh, Leon... Van Pathé Tuzinski. Die zei van, beneden die Abraham cocktailbar zitten. Dat gaat pas 12:30 open. Dus ja, kun je ook zitten. Ja. Toen hadden wij de hele bar voor ons alleen. Ja. Dus set je opgebouwd en gaan we die banaan. De cocktailbar gaat om 12:30 open? Ja, is Amsterdam, hè. Oh, dat staat wel mooi in. Dat kan daar allemaal. Fucking Sodom en Gomorra daar. Godverdamme. Ja. Maar wellicht nu op naar volgende mensen die wij kunnen gaan. Dus als luisteraars of kijkers misschien zeggen van... joh, je moet die suggesties aanhaken. Ja. Wij staan open. Ja. Of in ieder geval de comments staan open. Hoite, als je kijkt, kom er gewoon lekker bij. We hebben ruimte genoeg. Niels heeft hier ook gezeten. Dus we kunnen prima met 5 man hier in de studio zitten. Precies. Allemaal prima. Gaan we door? Ik gooi gewoon alle tussendoortjes in één keer. Oh, zwaar. Holy shit, jongens, jongen. Stroomgeroffel. Ja. We zijn natuurlijk 8 jaar. Ja. En daarom heb ik een... quizje? Kleine staattafel. Showback. Doe je ook zo'n bumpetje erin? Met mag even een tijd opdrachten. Want met 7 vragen, want dat is belangrijk natuurlijk. Niet 8? 7 vragen. Nee, ik kon er geen 8 bedenken. Dus zijn er 7 voor. Zolang bestaan we niet. Het moet wel goed zijn natuurlijk. Oh ja. Dus, bereid je voor. Is het gewoon wie het eerst roept, die heeft... Ik zal per vraag, het is elke keer iets anders. Oh, dus, oké. Spannend dit. Ik vertel even hoe het dan werkt. Dat is wel leuk. Oké. De eerste vraag is gewoon een vraagvraag. Waarschijnlijk dat je het een beetje moet gokken. Dus vraag 1. De eerste film ooit werd geschoten door de Franse uitvinder Louis Le Prince in Lee, Engeland. In deze film zijn 4 mensen te zien die door een tuin lopen. De film is maar liefst 2,11 seconden lang en heet Round Hay Garden Scene. Maar in welk jaar is deze film geschoten? 1912. 1886. 1831. Oh! Ja, Sander zit dichtstbij. Oh! Yes! Want het is 1888. Fuck you, Pim! Oh ja, dat is Pim Bon altijd. Nee, ik altijd. Ja, dat is lang geleden. Oh, wow. Vraag 1. Ja, even 1-0. Ik ken... Ja, dit komt zo hard terug. Dat is hetzelfde. Ja, dat is niet veranderd. Nee. 1 punt voor, hoor. Wow. Yeah. Je snapt nu het thema. Hè? Alsof je wat kan winnen. Ja, ik dacht, worden vragen over filmers. Nee, dat heb jij ook een keer gedaan. Heb jij ook een keer gedaan? Dat is te makkelijk. Okay. Nee, had jij ook een keer gedaan? Ik? Oh, nee, dat niet meer. Ja, volgens mij. Hoeveel films ze hebben gemaakt. Bij 5 jaar. Zoiets, ja, volgens mij. Oké. Vraag 2. Gaan we 100 jaar verder naar 1988. Roadhouse. Want dat was natuurlijk het jaar van... Ook meerdere films. Ghostbusters. Die Hard. Yippie-ki-yay, motherfucker.
Oh, meerdere films. Ja, dat was ook altijd over films die ik dan niet gezien had. Weet je. Maar welke andere iconische films kwamen in dat jaar uit? Multiple choice, moet gewoon wat roepen. Er is een hele lijst met films. Echt een hele lijst met films. 88. We roleren. Je mag één keer... Passen. Ach, kak. Oh. Of het fout hebben, denk ik. Ja, of het fout hebben. Okay. Maar daarna ben je af. Oh man, die jaartallen van films dacht ik nooit. Sander heeft net gewonnen, dus die moet beginnen. Oh, gelukkig. Fuck. Nou, met de klok mee tegen de klok in. Met de klok mee, dat is logisch. Mee. Fuck. Ja, dat is echt heel kut, want ik heb wel allemaal films in mijn hoofd, maar die zijn volgens mij allemaal Er zijn echt wel wat bekende netter, films, ja. Zeg maar. Ja, maar dat is het ding. Ja, maar dat is altijd, ja, dat is lekker makkelijk, omdat zo... Nou, dat is echt wel, ja. Oké, okay, ja, ik moet wel echt... Sorry, ik moet echt even nadenken. Is het jaar van Die Hard? Ja. Wacht, ik wil niet gaan even om alle... Alle dingen. Oh, ik heb die in de beheer ook openstaan, maar ik heb Jesus. Niet... Nee, dat is oneerlijk. Dus wil je passen, Sander, één keertje? Gokje wagen. Je kan gokken, want het hetzelfde als passen, toch? Ja. Ja, oké. Okay. Als je het fout hebt, dan mag je zo nog één keer. Dan, je mag één keer passen of gokken. Ja, ik weet vrij... Of fout hebben. Vrij zeker dat dit fout is, maar Back to the Future... Is eerder, toch? Nee. Ja, volgens mij is dat 85. Ja, ik heb hier een lijst met de 10 hoogste, grootste, succesvolste films uit 88. En die zijn niet... Nee, Back to the Future staat er niet in. The fuck is Back... Nee, Back to the Future is... 85. Dat is ook zo'n jaar. Maar ja. 84 kan je onthouden. 85 inderdaad, 85. Ja, daarom, ik weet best wel veel films met jaartallen uit de jaren 80, maar bijna niks. 88? Niks uit de jaren 80. Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat dat is. Ja. 88. Ja. Ik ben nu toch? Ja. Ja. Gok op Jaws. Nee, jaren 70. Nee joh, dat is 71 of iets dergelijks. Jaws 3. Dan kan nog met Jaws 2. Jaws is 75. Ah, oh, oké. Okay. Nee, Jaws. Geen sequel van Jaws. Nee. Wel een aantal sequels die redelijk goed zijn ontvangen. Fuck. Kut, dat was mijn twee. Ik wilde zeggen The Last Crusade, maar voor mij is dat 89 of niet? Dat is 89. Kut. Dan zeg ik... Geldt dat als een antwoord? Ja, dat is eigenlijk. Ja. Okay. Ik bedoelde eigenlijk... Okay. Star Wars. Ga even denken. En als ik het daar heb over... Dat is mijn rustige toegang. Je kan niet één keer klik doen en dan... Hij zat er dichtbij. Oké, hij zat dichtbij. Ja, dat is waar. Full Metal Jacket? Dat is volgens mij 87, maar... Of 86. Nee, geen Full Metal Jacket. Godverdomme. Metal. Is 87 in de... Terminator 2. Nee, 90. Nee. Ja, het is 92 of zo. 92. De eerste Terminator was uit, 84? Ja. Ja, dan ben ik eruit. Of nee? Ja, je kunt toch één film noemen? Terminator 2 is 91. Kak! En Terminator is... echt 84. Heel slecht. Ja, 84. Mensen Rambo thuis. Part 2, First Blood Part 2. Rambo First Blood Part 2. Bijna. Oh! Deel 3 wel dan. Deel 3 wel. Nee. Om de beurt? Gaan we niet meer roepen. Nee, nu is het gewoon wel Sander. Oh my god. Commando niet. Nee, Commando niet. 88 is het jaar. Ik kan niks bedenken. Ik vind het zo frustrerend. Commando is 85. Dat is ook echt wat Pim zegt. Het is zo'n raar tussenjaar. Ja. Dat je denkt, 89 kan ik er wel een paar noemen. Maar. Ja, dat zijn echt wel wat leuk. Nou, niet fantastische films, maar wel wat bekende films zijn er dan wel. Is maar het niet zo'n Beverly Hills Cop film ook uit... Jongen. Ja, sorry. Thomas Beurt, toch? Ja, sorry. Ja, maar dan moet ik ook nog weten welke en dat weet ik niet. Dus... Godverdomme. Misschien heb ik er echt. Zal ik een... Misschien heb ik er. Mag ik er een proberen? Doe eens. Home Alone 2. Nee. Ja, jaren 90. Maar één is nog Home wat Alone. Oké. Nee, laat maar. Fuck it. Noem er eens één, Henk. Oké. Rain Man. Oh. 88? Nee. Oh, Rain Man. Who Framed Roger Rabbit? Nee. Coming to America. Oh, Jesus. Nou, ah, dat was Eddie Murphy. Twins.
Oh god, ja. Cocktail. Oh. Rambo 3 dus. Big. Oh, ja. Tom Hanks. Crocodile Dundee 2. Oh, dat is een van die goede sequels. Ja, ja, precies. Dat is waar. Ja, ja, en Working Girl. Die had ik echt allemaal nooit geraden. Dus. Coming to America had ik kunnen weten, denk ik. Krijgen we nou een puntje wie het dichtstbij was? Nee. Oh. Nee. Jongens, nou, we zijn er niet gewoon punten te snoepen. Okay. Anders staat gewoon voor. Ja, okay, staat er voor. Met één. Over films die veel opbrengen. Want dat was de lijst van de team. Vraag drie. Hoeveel films opbrengen wordt natuurlijk tot op de dollar bijgehouden. Mm-hmm. De 15 jaar oude film die al tijden op nummer 1 staat, kennen we natuurlijk allemaal. Dat is... Avatar. Avatar. Een van? Oh, sorry. Oh, boe. Ladies and gentlemen. You are not in Kansas anymore. Die nu 2,9 miljard. Is dat een punt voor mij? Dus even af op de 100, nee, 100 miljoentallen. Shit. De vraag moet nog komen. Ja. Deze film is van... James Cameron. Ja. Goed zo, maar dat is niet de vraag. Nee. In de lijst vind je ook twee andere titels van dezelfde regisseur, namelijk Titanic. En Avatar 2. Ja, precies. De Avatar 2, The Way of Water, op nummer 3. Die 2,3 miljoen. En nummer 4 is dan Titanic met 2,2 miljoen. Dus drie films van dezelfde regisseur. Ja. Dat is vet, hè? Titanic is natuurlijk uit... 1997. Ja, heel goed. 97. Maar dat is ook de vraag niet. Er staan ook nog 4 Marvel films in deze lijst. Ja, Infinity War natuurlijk. En Jurassic World. Zat er ook tussen? Dat is toch geen Marvel film? Maar is dit de vraag? Is dit dan de vraag? Ja, ook niet. Okay, graag er staan 4 Marvel films in deze lijst. Namelijk op 2 staat Avengers Endgame met 2,7 miljard. Bijna 2,8 miljard. Op 6 staat Avengers Infinity War. Met 2 miljard. Op 7 staat Spider-Man No Way Home. En een Black Panther. 1,9. En op 10 staat The Avengers. De originele Avengers. Met 1,5. Maar heb ik best wel veel films genoemd al. Ja. Maar welke film staat er op nummer 8? In de top 10. Ja. Star Wars Force Awakens. Maar domestic? Gewoon wereldwijd? Gewoon wereldwijd. Voor een Jurassic World staat daar volgens mij, toch? Ik heb geen idee. Nee, ik heb er geen idee. Gewoon nul. Je gaat ook niet een van de antwoorden kiezen. Van... Roadhouse, zeg dan. Oké, okay, nummer 8 van de meest verdienende films. Hoeveel had je er nou? Je hebt er 3 van James Cameron. Je vindt je films die op 7. Ik heb 6 films genoemd. Meer, maar de Avengers was 10 natuurlijk. Dus je mist er nog 3 uit de top 10. Nee, ik blijf aan mijn antwoord. Volgens mij Jurassic World. Oh, Pim, welke doe je? Okay. Welke kies je? Mm-hmm. Heb ik nou beter opgelet naar al die cijfers. 3. Doe bij mijn kinderen ook altijd. Ja, precies. Jij zei, welke had jij gezegd? Star Wars. Star Wars Force Awakens. Ach, ik wil dat al bijna op gaan zoeken. Maar je mag ook die kiezen. Ja, ik zou ook voor Star Wars gaan. Oké. Maar welke? Ja, Force Awakens. Star Wars Force Awakens staat op nummer 5. Godverdomme. te veel opgebracht. Maar Jurassic World staat op 8. Every time we've unveiled a new attraction, attendance has spiked. Fuck you, Richard! Ja, want Force Awakens staat op 1 in Amerika als best beziende film ooit. Ja, Force Awakens. Niet meer, toch? Ach, ik ben zo. Jawel. voor mij zelfs boven Avatar. Niet kijken nog. Naar soort van opbrengsten. Bijt me nu echt kaart in de ass. Ja, ik vind het ook dat ene puntje kan je wel missen. Ja, het is 1-1. Het is nu 1-1. Ja, ja, klopt. Welke staat er onder? Welke staat op 9, denken jullie? Even op 9. Geen idee. Zo Frozen. Nee, Frozen staat lager. Dat is de Pixar film. The Lion King remake. Oh ja! Oh, wat zie ik. Jezus Christus. Okay. Vraag nummer 5. Ik ben blij dat ik maar 7 vragen had. Staat niet zo vieze Fast and Furious erin? Nee, die staat op... op 11 staat Furious 7. Oei. Ik ben zo blij dat ik gewoon fuck die shit, man. Vraag 5. De ene filmfranchise is de ander niet. Maar sommige lijken wel verdacht veel op elkaar.
let goed op en ontrafel welke filmfranchise deze beschrijving gaat. Als je het weet, mag je het zeggen. Bij een fout antwoord. Mag je hand opsteken? Ben je af. Zonder dat we door elkaar heen schreeuwen. Deze filmfranchise met maar liefst 8 delen gaat over een gekwelde wees die het op moet nemen tegen een clowneske vijand. Batman. Nee, af. Bijgestaan door zijn trouwe sidekick vecht hij zijn weg door de onderbuik van een oud systeem met duistere geheimen. Gelukkig krijgt onze donkerharige hoofdrolspeler ook hulp van een knappe dame die soms katachtige trekjes vertoont en een oude man die hem wijze raad geeft. Een serie vol raadsels, bedrog, de nieuwste vervoersmiddelen, vermoorde ouders en een iets wat gekke gothic artstyle. Maar jij zei Batman, toch? Ja, weet ik, maar dat is een beetje de grap van deze vraag. Ik heb het natuurlijk over... Is het Mission Impossible? Harry Potter. Oh. Turn to page 394. Oh, die heeft ook zwart haar. Jezus, ja. Ja. En vermoorde ouders, inderdaad zeg. Ja, ik heb die reeks nog nooit afgezien. Ja. Ik weet het allemaal niet. Het is niet mijn generatie. Bam. Zo, ja, ik had dit wel moeten weten eigenlijk. Ja, iedereen weet het, onze number one Harry Potter. Wel gek dat zo... Ik ben geen Harry Potter fan, maar ik heb ze wel allemaal gezien. Ja, ik lag letterlijk zaterdagochtend in bed en toen heb ik dit rijtje bedacht. En dacht ik, oh, dit gaat steeds verder door. Dit kan ik. Ja. Oh, als ik dit zo... Zo. Heb je deze helemaal zelf? Dit heb ik gewoon zelf. Dit is echt zo uit zijn mouw. Was geen ChatGPT niks. Maar ben jij nu gewoon degene die hier wereldwijd even blootlegt dat Batman eigenlijk... Als je alles hetzelfde is als Batman. Als je alles niet opschrijft wat zich aan Harry Potter bindt en je pakt alleen de dingetjes eruit die over Batman gaan, ja, dan lijkt het best wel... En zo, de manier waarop je het zegt is ook wel, dat vind ik ook wel goed, clowneske. Ja, precies. Vijand is een soort van... kan je doen. Ja. Kan je ook bijvoorbeeld Jack Sparrow, Pirates of the Caribbean, kan je ook zo beschrijven. Dat is gewoon, na een tijdje heb je gewoon die beat. Na een tijdje kan je het... Sommige verhalen werken gewoon, maakt niet uit hoe je ze verpakt. En die Hermione was een keer kat geworden, dus ik dacht ja. En die had die dode kat in de... Ja, hij kreeg die Nimbus 2000. Dat is de nieuwste vermoersmiddelen. Ja, Jezus. Ja. Oké. Vraag 6. Ah, jammer dat ik maar één van die dingen hebt. Ja, ik dacht, ga ik er nog een maken? Toen zat ik een beetje aan een Mission Impossible te denken, maar ik kwam niet helemaal lekker... Maar bijna hetzelfde verhaal, weet je wel. Ja, precies. Oké, Steven Spielberg, u wel bekend, heeft maar liefst 58 IMDb director credits op zijn naam staan. Wel een aantal tv-films en shorts meegeteld. Niet zo heel veel, maar toch wel een aantal. Hoeveel zei je? 58. Als we nou even niet die tv-shorts en films meetellen, want die kennen we waarschijnlijk toch niet. En we beginnen bij zijn nieuwste film. Van Spielberg? The Fablemans? The Fablemans, ja. Ik zei West Side Story, maar dat is natuurlijk de woorden nog. En we tellen 8 films terug. Jezus. Op welke film uit 2011 komen we dan uit? Tintin! Ik zat bijna op Ready Player One, maar dat is later. Dat kan niet. 2011? En 2011. Ik bedoel... Nou, ik denk dat jij wel... Ja, ik denk dat het Kuifje is dan. Ik denk ik ook. Was hij eerder? Was ik fucking 21 jaar, weet ik veel. Ik dacht dat de post dat er, of Catch Me If You Can, Terminal. Dat is allemaal eerder, toch? Dus 4, 6. Dat hebben we er bijna. Post heeft hij ook nog gedaan, maar dat is voor mij ook... Nee, dat is ook later. Nee, is veel later. Dat is later. Toen deden we dit gemompel is dat Richard aan denk is. Ja, sorry. Ik ben probeer even door mijn... ik heb een Spielberg gat en dat is precies tussen 2010 en 2012. Spielberg. Het gat eindigt bij Ready Player One. Ja, maar ik zit te denken of je gelijk hebt. Tuurlijk heb ik gelijk. Maar mocht je zelf zeggen, iets anders. Je mag hetzelfde zeggen, ja, zeker. Ja, ik heb ook Kuifje gezegd. Ja, ik zou ook Kuifje zeggen, maar dan moet ik eigenlijk wat anders zeggen. Nee, voor mij is het Kuifje. Ga je voor eer of ga je voor kans op punten? Nee, ik ga kans op punten. Kan ik er helemaal kapot maken. Nee, Kuifje. Nee, het is eer. Nou, maakt niet uit. Kuifje. Er zijn 2 films die dat jaar uit zijn gekomen. Van Steven Spielberg. En dan is Kuifje zeker niet de goede. De één is Kuifje. Oh, oké. Okay. Nee. Maar die daarna, ja, die achtste. Dus de achtste film is War Horse. I promise you that I'll look after him. If I can, I'll return him to your care. He's my horse, Jezus. Die ook niemand gezien heeft, volgens mij. Dat is letterlijk de enige Spielberg die ik nog nooit heb gezien. Oh, die is niet zo leuk.
Nee. Dat weet ik niet. Dat is ook niet eens. Jezus, oké. Okay. Grappig. Dus we hebben allemaal geen punten. Nee. Nou, we staan nog steeds. Tintin, toch? Nee, maar het is niet zijn achtste. Dus nee, het zijn negende. Oh, het ging niet om het jaartal. Ja, nee, om het jaartal. En dat is het leuke aan dit jaartal. Dat je gewoon kan noemen. Dat je dan nog steeds kan denken. Oh, wat is die dan? Oh, ja. Sommige van die regisseurs die maken fucking twee films per jaar. Dat is echt een trage film. Wel. Ja. Ik weet het niet. Ik heb hem nooit gezien. Ja, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja, gedeelte. Een soort van Black Beauty idee-achtig. Dat paard dan echt zo'n hele trip oorlog, gaat maken. Om ja, en dan in de loop zeg maar dan ook nog mensen helpt, zeg maar. Ja. En dan komen die mensen ook weer allemaal weer terug, volgens mij. Het is zo'n hele... Elke keer beleeft dat paard dan een soort van avontuur in de Eerste Wereldoorlog. Dan duwt hij weer iets om of zo. Ja, en dan gebeurt er iets. Ik ken de film, maar ik heb het nooit mogen aanschouwen. Ja, die fucking acteur, die Jeremy Irvine. Ja, die heeft al wat dingen gedaan daarna. Oké. De laatste vraag... En ik denk misschien, nou, ik weet niet of het leuk is. Kan dit een gelijk spel worden? Ja, je kan heel veel mee gebeuren. Want 8 is natuurlijk een belangrijk getal dit jaar. Maar welke films hebben dit cijfer in de titel? Jullie mogen Sense 8 weer met de klok mee. Oh. Een, films en een, series of films? Films. Okay. Een titel noemen. Hier ging het vorige keer helemaal op nat, weet je het nog? Toen kreeg ik een blackout. Dat was hetzelfde geneuzel. Hadden we die titels met fire erin of zo? Ja, 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 ja. Oh, ja. Wow, helemaal blackout. Denk je van, fijn, dit ken ik. Ja. Om dit trauma te Ik krijg gewoon elke keer een punt. Als je een goeie en ik google het dan even. Of wie het mag beginnen? Klopt. Gewoon weer Sander. Nou, vooruit, Sander mag beginnen. The Hateful Eight. Kut. Die had ik. Ja, dat dacht ik. Daarom heb ik hem strategisch alweer als eerste genoemd. Ja. 8 millimeter. Oh ja, die met... Nicolas Cage. Oh ja. Kijk maar even naar. Ik weet niet of het... Want het kan 8 millimeter zijn als in film. Maar ik denk misschien is het ook 9 millimeter als een kogel. 8. Nee, het was echt 8 millimeter. Het gaat toch om een film, Nicolas Cage inderdaad. 1999. Ja, het gaat om een film. Snufffilm. Ja. In 8 millimeter. Ja, cool. Ja. Van Joel Schumacher. Ja, ja. Voor mij terug in de tijd, Eight and a Half. Federico Fellini. Heel veel terug. Voor mij heet hij 8,5. Eight and a Half. Schrijf je dat uit? Van? Ja, dat weet ik niet hoe je dat schrijft. Moet ik het even in de B? 8,1,2? Nee, je mag niet. Eight and a Half, what the fuck? Mag ik al roepen of moet ik even wachten? Oh ja, wacht even. Uit 1963. Hey. Jezus. Godverdomme. So. Netjes. Ja, dus dat is 2 punten, 2 punten, 1 punt. Ja. Maar gaan we nog door? Of ja, het zolang door tot we... 8 Mile. Nice. Oh. Ja, die hoef je niet te zoeken, denk ik. Nee, doe dat. 28 Days Later. Ik denk dat jullie straks titels gaan noemen dat we denken... Ja, nu noem je gewoon wat. Om te hopen dat iemand een film gemaakt heeft die zo eet, zeg maar. Ja, ja 28 Days Later, ja. 28 Weeks Later? Yep. Ja, ja. Goeie, ja. Oké, dan ga ik nu van Sense 8. Ik weet dat daar ook een film van gemaakt is. Oh ja. Ja, ja, dat was die laatste seizoen. Of ze wilden nog een seizoen maken. Toen was ze allemaal bombari. En toen hebben ze nog een film gemaakt. Eten die Sense 8 dan? Ja. Ja, dat is toch goed? Ja, ja. Oké. Doe even te kijken of dat dan... Dacht misschien wel je gecheft, of het dan niet eigenlijk Sense 8 heet. Het heet vast nog een subtitel. Sense 8, dubbele punt. Maar dat telt anders nog. Nee, het volgens mij wel Sense 8. Ja. Pim? Ja. Sander zei er net al nog een, hè? Zei hij er al een? Sander zei er net nog eentje. Sense 8, zei hij. Ja, hij zei net nog, voordat deze vraag begon. Ja, dan zei hij Sense 8. Oh, nee, je zei een andere volgens mij. Ik heb wel Sense 8 geroepen, ja. Nou, dacht ik jij nog. Maar toen zei ik heel slim, eerst Hateful Eight. Omdat ik weet niet of dit werkt. Fate of the Furious. Want nee, ja, dat zat ik ook al aan te denken. Want dat is F8. Ja, maar ik weet niet of het Fate is, dus gespeld F-A-T-E. Ja. Ja. Dus ik weet niet of dat dan mag. Hij heet wel The Faith of the Furious. Ja, het is een beetje... Dat is een beetje ding. Ik weet dus niet hij, of zeg het... maar, hij is volgens mij wel een soort van... Ergens is hij ook wel genoemd Fast and the Furious 8.
Ja. En dan heet hij ook The Fate of the Furies. Ja, volgens mij is het een beetje ook... Ja. Oh nee. Ja, wel, voor mij wel. Ja? Dat, ja. Dat is mijn mulligan nu, denk ik dan. Ja. Nu ben je extra streng. Heeft Sander nou meer punten dan jij? Nee, dat kan niet. Ik heb er één meer. Ja, dat zijn ze nu wel. Ja, dat zijn nu wel. Nou... Star Wars Episode 8, The Last Jedi. Ja. Fuck. Is dat... okay. Dit is echt heel gay, maar 18 again. 18 again. Dit is heel gay. 18 again, ja, ja. 18 again, ja. Nou ja, ook Koreaanse. Ja. Ja. Nice. Oh, dit gaat best goed. Kut, sorry. Ja, ik kan wel heel flauw doen. Maar goed, als ik niks kan verzinnen, ga ik hem doen. Maar ik Pim af vooral nog maar denken. Ja, ik moet ook nog. Anders dan... Go Pim. Go Pim. Wat een gekreun. Dit is voor luisteraars. Die denken ook, wat gebeurt er allemaal? Wat zijn ze allemaal op? Die zitten echt zo te schreeuwen naar hun... Naar hun Apple-oortjes. We hebben toch al aardig wat titels. We hebben best lang volhouden. Ik weet niet of dit klopt. Ik weet niet of dat werkt. Round the world in... Is het 80 days? Round the world in 80 days? Ja, dat klopt. Ja. Around the world in 80 days. Ja? Ja, niet sexy? Zeker. Nee, volgens mij is dat 80. Volgens mij klopt dat, ja. 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 Ze hebben daar 1000 films over gemaakt, dus ik weet niet of dat echt in de titel... Ja, dat is denk ik wel een film... Jij zei 8 Mile, zei je, hè? 2000, ja. Met Jackie Chan. Ja. Boom. 2004. Ja, als we het over klassiekers hebben. 80 Days, ja. Ja, de flauwe... Nou ja, 8mm 2 is er. Directe video vervolg. Jezus, wat kut. Oké. Okay. ja. Dus ja, in principe ja, dat telt mag, die. Dat mag. Ja, dat het is nog steeds de titel. Ja. Okay. Maar hij is wel flauw. Ik heb er nog één. Oh! 1408. Nice. Ja, dat is die thriller, toch? Met Samuel Jackson en John Cusack. Ja, John Cusack inderdaad. Oh, shit. 1984, dat is ook een film. Ik weet het zeker. Ja, klopt. Oh, ja. Daar weet ik toch ook nog. Oh, gewoon de George Orwell ding is. Ja, en dan... Maar dan John Hurt. Met John Hurt, ja. Telt natuurlijk 1918 ook gewoon. Dat is toch die film van... 1917 is dat. Oh, kut! Je hebt hem gezegd. Misschien is er een film. Misschien is er 1918. Kut. Ja. Ja, dan kunnen we random jaartallen roepen. Ja, ja, 1918 is een film uit 1985. Nee, ik weet niet. Movie story. Oh, zo leuk als je het achter... Small Texas Town in 1918. Dus 1918 is goed. Ja. Nice. Met dat niet, ja. Ik zat even een jaartje naast deze wereld. Dat is echt heel kut. Dan gaan we gewoon random Matthew dingen. Broderick zit erin. Oh, kijk eens aan. Jullie hadden 8mm, toch? Of niet? Ja, ja. En ik had 8mm, 8mm. Nou, gok ik dat er ook een film is die 80mm heet. 18 of 80? 80. 80. Oh. 80mm. Ja. 80mm. Kom op. 18mm. Carpentry done right. 18mm. Jammer. Wat? Is er nog met een 8? Ben af? Ik denk dat hij dan klaar is. Ja, dus is het die elimination? Degene die niet meer kan is af. Dan dus nee, ja, ik kan nog wel iets anders bedenken, maar... Ik, moet ik dan het volgende rondje weer? Nou, vooruit. Volgende rondje. Ja? Okay. Ik kreeg ook een mulligan. Dus voor fast 8. Fate. Ja, maar die was nog soort van goed. Dat was toch goed. Hij bestaat die trok ik niet helemaal uit mijn hol. Deze was ook goed. Hij bestaat alleen niet. Dat is ook mooi. Alles wat ik bedenk is goed. Pim, je kan inhalen nu, hè? Nou, inlopen. Inlopen. Richard kan inhalen. Ja, ik heb er eentje. Maar ja, dat telt. Ja, het woord 8 zit er wel in. Maar hij telt eigenlijk niet, denk ik. Oh. Maar dan gaan we zien. Dat wordt mijn shenanigan titel. Dus dan, Ja, mulligan titel. Dit is wel heel flauw, denk ik. Maar nee, weet. Nee, dat is niet... Nee, daar zit geen 8 in. Ja. Hoe lang krijgen we nog, Henk? Dat je nu... Ja. Voordat we straks 3 uur aan het... 8 uur lang aan het...
Ja, dat is niet heel leuk om naar te luisteren. Nee, dat precies. Stil, dat is ook, ik denk dat jullie er zo nog wel een keer weer klaar mee zijn. Hè? Ja, nou ja. Dat we nu het wordt nu wel echt moeilijk. Ik moet nu echt graven. Ja. Ja. Nee, volgens mij Ocean's 8 is volgens mij niet... Jawel? Ja, stond die ik dacht dat die vrouw ik dacht dat het Ocean's 7 was. Nee, Ocean's 8. Oh, dude. Lul. Nee, ik had... 2018 ook. Ik had achterwachter. Zie de komt voor de 18. De rondvoekfilm natuurlijk. Ja, maar jachterwachter, is dat met 8 gespeeld? Ja. Maar gewoon, ja, het woord 8 zit erin. Ja, oké, dan los ik er ook nog wel een. Daarom zei ik, ik vond hem voor mezelf redelijk flauw. Maar dan oké, dan doen we jachten. Met, wat jachten, weer van... Matt Mikkelsen. Matt Mikkelsen, ja. Jachten. Ja. Jakten. Nou, dat is met een G dan. J-A-G-T-E-N. Nee, toch? Is dat met een G? Dat is wel met een G. Oh, dan ruik je de jury hem dan fout. Ja, dat vind ik... Oh, dat mag dan weer niet. Nou, dat vind ik wel echt heel flauw. Want er staat er AGT en dat wil jij als 8 rekenen. Ja, nou, 3 van 8 heet ook gewoon 8. Dus, ja, maar dat is 8 heeft een andere betekenis. Ja, fuck ja. Okay. En bij hem is het echt ACHT, toch? Ik dacht heel eerlijk gezegd dat dat hier ook zo was. Maar ja, ik ga nu niet mijn eigen fout toegeven. Dus fuck off. Het is wel goed. Het is wel filmerts. Het is gewoon goed. Ja. Nee, is niet goed. Ja, fuck jou, Henk. Partijdig. Die geeft echt je mast die twee. Als het met 8 is. Ik zit altijd met 6 en 7. Is lastig. Ja, ik ook. En 12 en zo. Ja. Sowieso nog echt wel een bekende film waar gewoon letterlijk 8 in de titel zit. Ja, dat geloof ik meteen. Maar noem het getal 8. Het getal 8, ja. 48 hours. Oh, kut. Dankjewel, ik ben 48 hours. Ah! Nou, dan doe ik de hoe heet dat vervolg? Ik weet niet of dat 48 hours is. Jawel. 2 weeks notice. Nee, dat is 2. Get de 2 uit. De sequel. 8 weeks notice. Ik denk dat is 48 hours 2. Ja. Daarom zat ik heel even dacht, oh 2, daar moet ik op mee. Maar dan moet ik helemaal niks mee. Ik moet op met 8. Is dat niet 36 hours of zoiets doms? Oh, er is wel een sequel, jongens. Maar hij heet anders. Er zit geen 8 in. Jawel. Maar dat is nu... Dat is nu Richard's Mulligan, nee, toch? Ja, hij deed 48 hours. En ik doe another 48 hours. Notice. Ja, dus hij heeft een spak me. Ja. Ik zat gewoon in een andere lijn. Zullen we vanaf nu streng zijn dan? Ja. Want iedereen heeft nu een man. Ja, maar volgens mij weet ik het ook eerlijk gezegd. Ik vind het mooi geweest. Ik ga nu echt gokken namelijk. Dat kan heel lang doorgaan. Dus ik zeg gewoon, ik pas. Welke had je dan nog? Oh, wacht. Ik had geen. Ik had nog... Sander, je loopt nu achter. Hè? Als je nu stopt, loop je achter. Ja, nee, prima. Dat maakt me niet uit. Weet je niks meer? Nou, ik kan vast nog wel iets bedenken, maar dan krijg je dus dit. Dat je, zit je dus te luisteren naar niks. Dat ja, precies. Dat is voor de luisteraars ook niet. Luisteraars, ja, kijk, voor de beeld is misschien leuk. Maar, ik kan er gewoon wat uitnippen. Even. Ja, nee, dan. Dan neem ik even de tijd. Nee, maar dan gaan we trein ook alweer. Nou, Sander, kom. Graaf er eens eentje op. We hebben er letterlijk nog eentje gezien bij Filmerts. Is dat zo? Denk ik. Ja, wel in dat tijd. De Hateful Eight, maar die had je al gehad. Die had ik al genoemd. Die hebben we al gehad. Maar ik bedoel nog een andere. Oh. Ocean's 8 hadden we ook al gezien. Hebben we ook al gezien, ja. Spanning. Fate of the Furious hadden we ook gezien, ja. Ja. Dat was ook niet. Oh, fuck. Heb je een jaartal dan, Henk? Van die film? Ja. Ja, een beetje helpen. Kom. Nee, dat schrijf ik niet als 1. Iedereen zit vast in het spel nu. Ja, ik dacht anders had ik echt een hele vrouw. Maar dat telt niet. Oh, hebben we niet gezien met film. Oh, sorry, hebben we niet gezien met film. Oké, hebben we niet gezien met film, sorry. Oh, oké. Okay. Maar hij komt uit 2011. Het jaar van War Horse. En ja, de classic. Nou, dat wordt een hoop knippen, Henk. Ja. Ja, als je zegt, je hebt tijd om te graven, dan ga ik ook graven. Ik kom echt zoveel titels nu langs met nummers erin, maar die zijn allemaal verkeerde nummers. Ik zit echt te zoeken naar fucking het woord, maar dan goed gespeld. Ja, het is ook wel echt wel een hele vieze gok. Maar is er niet zo'n parodie op Magnificent Seven die de Magnificent Eight heet of zo?
Zou wel leuk zijn. Best wel kunnen. Ja. Denk het niet. Of een docu of zo, weet je wel. Hmm. Oh. Ja. Yes! Ja? Yes! Dat is een Spaanse film. Oké, okay, nice. Oh, mogen Spaanse films ook? Oh! Oh. Oh. Hoe spel je Spaans? Ah, fuck. Ik weet niet wat de achtend... Ik ook niet. Magnificos. Ja, Magnificos. Ja. Nou, jullie lopen alle drie gelijk, jongens. Ja, ik... Nou, sudden death. Ja, ik moet nog. Oh, als ze gelijk lopen, dan... Ja. Okay. We zijn bijna bij de 8, jongens. 8 punten bijna. Jullie hebben allemaal 7 punten. Allemaal 7 punten. Dat is jammer. Pim die kan af en toe van die heldere momenten hebben dat hij dan op deze af en toe, maar daar is inmiddels te oud voor. Ja, 100%. Few and far between. Dit is jouw toekomst, Sander. Ja, true. Weg kwijt is al begonnen. Is een film dat heet volgens mij, ik weet niet of dat Skate or Die heet, in de SK8 gespeld. Oeh. Dat is een Skate or Die is een videogame. Bedoel jij Skater Boy? Skater Boy. Dat is een van de betere nummers. Nee, maar er is ook een film van. Met dezelfde titel. 2008. Ja. Kan een documentaire zijn. Moet er wel ergens bij de titel staan, toch? SK8. Dat ja. SK8 of zo. Want anders... Niet eens gewoon zeggen als het klaar. Dan doe ik niet meer mee. Nee. Nou, okay. De laatste gok is 8 Days Until Christmas. Dat zal vast wel bestaan, denk ik. Toch? Ik zat de hele tijd met 8.5 weeks in mijn hoofd, maar het is 9.5 weeks. Ja, dat klopt. 8 Days Until Christmas. Bestaat het? Ik mag het hopen dat het bestaat. Een van de fucking Tsjechische films. Nee? Oh. Nee. Oh. Nou, nee. Nou. Oké, okay, nou. Nee. Gelijk spel. Laatste. Dan zal ik trek zo de yoghurt nog even uit. Oh. Ik gok gewoon eet. Oh, gewoon eet. Gewoon eet. Ja. Zonder iets. Oh, eet. Ja. Er zal vast een film zijn die zo heet. Ja. Eet. A South American Horror Story. Yes! Ja, yeah, film uit 2019. Nice. Oh, ik zal niemand daar dan opkomen. En Sander ronde met 8 punten. Dus yeah. Nou, wat was nou die ene film? Dat is volgens mij de eerste keer dat ik ooit een staartafel gewonnen heb. Super 8. Godverdomme. Ja, fuck. Fucking ik zat wel de hele tijd met J.J. Abrams in mijn hoofd, om wat voor reden dan ook. Ja. Fuck me, hé. Hey. Heb je nog wat voorbeelden zelf opgeschreven? Van je denkt? Nee, ik dacht... ik google dit gewoon, zeg maar. Ik had niet gezegd van, oh, dit zijn nou echt films die ik, waarvan ik denk van, oh, deze hadden jullie sowieso moeten weten. Code 8. 88 Minutes heb je nog. Code 8 Part 2. Ja, Code 8. 8 and a half inderdaad. 8 Simple Rules. 8 is not enough. 8 Million Ways to Die. In the West. Ja, maar goed. Dan kom je naar obscure titels van. Ja, dat is wel. Nou, zo'n Ocean's 8. Daar had ik wel over nagedacht. 8 Seconds. Ja, ik zat echt van, ik wist niet of dat goed klonk in mijn hoofd, omdat het een 8 in zat, omdat ik dat had verzonnen. Nee. Dat misschien kon ook makkelijk Ocean 7 zijn en maakte je makkelijk. Ja, waarschijnlijk wel inderdaad. Dus. Ik zocht naar eentje. Nou, leuk Henk. Ja, wel heel leuk bedacht. Dus ja. En gefeliciteerd Sander. Yeah! Ja, volgens mij is dit dus serieus in half jaar tijd de allereerste keer dat ik ooit gewonnen heb. Nee, volgens mij één keer eerder gewonnen. Eén keer misschien, maar ja, jij won altijd. We hebben 36 van die dingen opgenomen en ik heb één keer gewonnen. Nou, deze steek ik even in mijn zak, jongens. Mocht je dit nou heel leuk vinden... 8.5 is wel een fucking film. En je hebt nog nooit... Oh ja, mocht je nou nog nooit een spel, element, show, iets van ons gehoord hebben... We hebben dus, zoals Sander zei, 36 staattafels opgenomen. Dat ze, waren nog toen wij onze short format deden. Ja. Waarin wij dus elke keer... een spelconcept hadden die aflevering. En dan gingen meestal Sander en Pim tegen elkaar battelen. En dat is nog steeds leuk. Want dat was niet tijdgebonden of jaargebonden. Dus nee. mocht je het nou heel leuk vinden, kan je gewoon de playlist zoeken en lekker meedoen. De meest rare formats kwamen voorbij. Ik heb een classic gemist hoor. Fucking hell. En als je dat nou nog
heel leuk vind, hebben wij ook tijdens corona een aantal livestreams gedaan met gasten. En dat was ook een spelshow, een filmquiz. Dus daar kun je anderhalf uur lang meedoen. Een soort van pubquiz-achtige ding doen. Kun je gewoon meespelen als je terugkijkt. Ja. Volgens mij kun je zelfs nog via de QR-code de Google Form downloaden. Werkt nog steeds. Oh ja. Zo, ik begin mijn stem te verliezen. Ik heb Eight-Legged Freaks. Had ik. Och, ja. Ik schoot met de benen. Toen was ik hem kwijt. Toen dacht ik, oh, wat de fuck. Eight. Ja. Nou, daar gaan jullie nog s'nachts van wakker schrikken, denk ik. Films en acht. Ja. Als ik mijn geheugen zo beoordeel, dan ben ik dat zo weer vergeten. Over films waar wij wellicht nog af en toe over wakker kunnen schrikken. We hebben Damsel gekeken. Oh, goed bruggetje, Henk. Dank je. What happened to you? De Netflix film. Van Juan Carlos Fresnadillo. Die, wie kent hem niet? Ja, 28 Days Later heeft gemaakt. Zeker. 28 Weeks staat hier. Week. Oh, week, sorry. Ja, dat was de slechtere. Geschreven door Dan Mazo. Mazao. Wrath of the Titans. Mazao. Hij is natuurlijk met Millie Bobby Brown, Ray Winston, Angelina Bast, Robin Wright en Nick Robinson. En hij kwam 8 maart op Netflix. En hier ging mijn vrijdagavond aan. That's it, aan. Wat ging er aan? Oh, die ging er aan. De avond ging er aan. Ja, aan deze film. Echt zo. Oh, met de klemtoon op de aan. Ja. Aan. Wie heeft hem gezien? Ik heb hem gezien. Schuldig. Ja, vingers opsteken bij de podcast. Goed zo. Ja, maar dat precies, daarom zei ik. We hebben ook video, jongens. Sander heeft hem gezien. Sander heeft hem gezien. Ik heb hem gezien. Ik zag de poster en ik dacht dat eerst dat het fake was. Want het ziet eruit als ChatGPT geeft me een poster voor generieke avonturenfilm, maar dan met vrouwen in de hoofdrol. En we zinden ook iets bij een soort van moderne take op een sprookjesverhaal. Not far from the truth at all. En Ray Winstone zit erin en die heeft de meeste van de tijd zit in niet goede films. Ja. Dus ja, weet je, laat maar. Dus Richard, waar gaat deze film over? Ik kan ook wel doen. Damsel gaat over een prinses. En ben ik even haar naam kwijt. Elodie. Ja. En zij wordt uitgehuwelijkt aan een prins. En daar zit ze niet zo op te wachten. Want ze is een moderne prinses. Maar dan ontmoet ze hem en dan denkt ze, nou, dat is wel een lekkertje. Daar kan er wel mee door. Dus dat huwelijk dat voltrekt zich. En zij denkt, nou, hebben we toch eindelijk veel geld. Want haar eigen koninkrijk die had natuurlijk niet zoveel centen te makken. Dus vaders dacht, ik huwelijk mijn dochter uit. En dan hebben we dat geld. Strategisch huwelijk. Maar haar nieuwe schoonfamilie, die houdt er wat Duitse praktijk op na. Want die hebben namelijk nog een schuld te vereffenen met een draak in een berg. Oftewel, zij moeten wat prinsessen opofferen om hun schuld af te lossen. Is dat geen spoiler? Dus, nee, dat is volgens mij. Oh, dat gebeurt namelijk echt halverwege de film. Omdat die film gewoon zo traag opbouwt. Ja, klopt. Ja. Drie kwartier. Ja, daar wil ik zo nog even over. En waaronder dus Olivia, ben ik weer de naam kwijt. Bobby Miller, Brown. Melody. Elodie. Waaronder zij, alleen zij komt dus in die god terecht. En gaat haar mannetjes staan. Dat klinkt natuurlijk niet. Maar in ieder geval. Ze is in ieder geval geen damsel in distress. Ze zit niet bij de pakken neer. Nee. Dus dat is het eigenlijk volgens mij een beetje in de notendop, denk ik toch? Ja. Een dame die van prinses zichzelf transformeert tot krijgersvrouw. Is dit Mary Sue the Movie? Is dat goed? Nou, dat is echt niet het probleem van deze film. Dat kan ik je vertellen. Nee, oké. Okay. Nee. Leegte. Ik heb echt de hele premisse van deze film slaat zo nergens op. Ik heb het even op een rijtje gezet. Misschien mag ik het even opnoemen. Ja. Oh. Gaan we gewoon gelijk, want ja, ik zie inderdaad als je deze nog wil kijken. Oh wel, misschien moet je heel kort even doen. Dit is nu het Damsel Roast gedeelte van de podcast. Ja, nee, ik ga helemaal los zo. Nee, ik snap waarom we dit doen. Maar de film is niet goed, punt. Laten we het vooral hebben waarom het niet goed is. Oké. Want dat is grappig. We gaan los. Nee, ik zie dus inderdaad in de tagline van deze film. Dus die zie ik inderdaad staan dat er in staat van a sacrifice to repay an ancient debt. Wat ik dus echt raar vind. Omdat dat is echt letterlijk ver in de film dat gebeurt. Dus ik zou dat wel zien als een spoiler. Maar dat zien zij blijkbaar niet. Oh, dat zij geofferd moet worden. Ja. Dus het was wel de hele tijd zoiets van, oh, oké, er gaat nu iets gebeuren met haar. Maar goed, dat is de hele premisse van de film. En het slaat nergens op. Want die familie, die zou dus al
al eeuwenlang zeg maar al die vrouwen offeren aan die draak. En dan denk ik van ja, waarom zouden mensen van, hè, want het is natuurlijk een fantasywereld met meerdere huizen. En die huizen die, net als de Habsburgers, hè, die trouwen allemaal met elkaar. En dan, al die vrouwen van al die huizen zomaar verdwijnen. Waarom gaan mensen dan nog hun kinderen uithuwelijken aan die familie? Dat slaat nergens op. Voor het geld. Ja, en waarom ja, nee, ik vind het echt zo fucking raar. En dan, als ze een wegwerpbruid hebben, waarom pakken ze niet gewoon een simpel boerinnetje of zo? Weet je wel, dat is toch veel logischer? En waarom... Ja, moet... Oh nee, dat, dat zou... Ze maken iedereen van hun eigen bloed, dus maak geen reden uit welke vrouw ze dat zou een betere premise zijn, daar ben je nu overheen gestruikeld. Maar het is toch al raar, dit zeggende, dit waren, dat lekker te spoorlen in de stippen gereed, want niemand gaat je film kijken. Nee, inderdaad. Het moest de schuld even worden, het waren drie babydraakjes, dus er stonden drie prinsessen tegenover. Hoeveel hebben ze nou in godsnaam die god gevraagd? Ja, 300 al? Ja, ik denk dat het... waar dat ze wat soort van vergeten zijn... is dat het dus, denk ik, drie per jaar zijn. Of zo. Nee, per generatie. Dat is dus iedere keer als er dus een nieuwe prins is... die gaat trouwen, daar moeten er dus drie... Van die vrouwen moeten getrouwd worden en erin gemieterd worden. Nee, dat is niet helemaal. Want ik dacht ook van, nou, die volgende, die staat al... Waarom zou je... Het is gewoon zo'n lopende band. Ja, die lopende band werken inderdaad. Die andere huizen, dat zijn allemaal factoren met macht. Hè? Dus dat slaat nergens op. Mm. En ook in die cave, dan flikkert ze in die cave. En dan vindt ze ineens een of andere kaart. Dan is er dan ooit iemand... Ja, dat klopt ook niet. ...ingevallen en daarna teruggegaan om die kaart te tekenen. Dat slaat zo nergens op. Ja, hier is de weg naar buiten. Ja. Dat doet me denken aan fucking, Monty Python en de Holy Grail. Dat iemand aan het schrijven is zo, the secret of the treasure is, en dat is zo, is het A omdat hij aangevallen werd, maar waarom zou je het dan opschrijven? Ja. Is dat een plek? Ja, dat klopt. Ja, maar goed, dit soort dingen, maar daar kan licht. Iemand is eruit gekropen, heeft die kaart getekend, is weer in hetzelfde gat geflikkerd. Ja, zo voelt het wel. Okay. Ja, ik bedoel, de licht... Ik heb me echt kapot gestoord aan hoe donker deze film was. Ja, ook dat, ja. En dan is het licht, want er is een... Ja, met daglicht is het niet te verduren. Nee, is een promotionele stil. Maar er is een boom die licht geeft. Ja, ik denk dat beter. Photoshop. Ja, tuurlijk. Die wordt daarna in die fik gestoken door die draken. Dan is dat in één keer klaar. Ja, ik weet het ook niet, Richard. Het sloeg gewoon helemaal neer. Het was gewoon echt een hele slechte film. Het is wel echt een hele slechte film. Ben ik 100% die premise die jij opnoemt. Die zou wel cool zijn geweest. Dat ze proberen... we doen iemand gewoon van het platteland, weet je wel. Maar dat is dan zo'n hardcore survival vrouw. Die ze dan gewoon in een jurk drukken. En die flikkeren ze de god in. En zij weet natuurlijk dan wel... ik ben hier bekend mee, bla bla bla. En dat ze dan een soort van een deal maakt met die draak. Zo van, we zijn allebei soort van bedrogen. Ja, dan krijg je haast een soort Witcher-verhaal. Ja, precies. Ja. Maar wat ik ook echt heel kut vond aan deze film... is de verhouding van de acts... sloeg helemaal nergens op. Dus het is inderdaad een uur worldbuilding bijna. Dan flikkert ze in dat gat. Wat is eigenlijk, zeg maar, dan begint het avontuur eigenlijk pas. Nou, dan is het 10 minuten is ze in die grot. Dan vindt ze die kaart. En dan ineens ziet ze haar vader. En dan begint het eindgevecht. Dus het is denk ik een half uur is ze in die grot. En dan is het soort van, dan komt ze weer boven. En dan gaat ze wraak nemen. En dat duurt dan ook nog 20 minuten. En dan is het klaar. Ja. Het sloeg zo nergens op. Waarom zit dat eerste uur ervoor? Ja, om denk ik een soort van wereld op te bouwen. Maar ja, daar heb je wel meer voor nodig dan. Ja, dat is wel een hoge Warcraft gehalte. Ja. Dat je... Die hele worldbuilding gewoon een beetje zo loszand... Wacky. Heel erg loszand aanvoelde. Alles voelde heel pristine en totaal niet. Zelfs die mannetjes die dan op dat schip stonden... die hadden gewoon zo de strijkvouwen nog in hun shirt staan. Ja. Van, wij doen nooit wat op een boot. Wat doen we hier eigenlijk? Dat was echt inderdaad gewoon van de prop te... Volgens mij hebben ze echt inderdaad voor dit soort films... een soort van legioen aan writing rejects... die in Hollywood niet in de bak komen. Dus, dan gaan we maar bij Netflix werken. En gewoon inderdaad een depot met allemaal props... die ze gewoon van de ene en de andere film... gewoon interchangeable gebruiken. Zo ziet het eruit inderdaad. Ik ben echt screenshots van die film aan het kijken. Ik lach me kapot, jongen. What the fuck is dit? Nee, ze hebben zoiets van zo roll the dice, een beetje wat South Park en ook met die writing monkeys volgens mij of zo, dat ze dan gewoon van alles. Oh nee, dat is bij de Simpsons. De Simpsons. Dat Mr. Burns allemaal apen inschakelt. Ja, om zo'n boek te schrijven. Ja. Nou, zoiets is het wel. Want het is zo, wat is er tegenwoordig populair? Vrouwen in films, dat is een goeie. Wat is nog meer populair? House of the Dragons best populair. Laten we gewoon een draak erin. Doen we een pratende draak. Net zoals de Dragonheart. Net zoals, maar meer dan als in The Hobbit, zeg maar. Maar dan maken we daar ook een vrouw van. Ja, maar dat is echt het enige positieve wat ik vond aan deze film, is dat die
Dat is die vrouw die ook in The Expanse zit. Ja. Die met die rookstem, weet je wel. Ja, die Indiaanse. En dat vond ik wel... Ja. Die Duitse. Volgens mij is het die Indiaanse vrouw, volgens mij. Maar dat vond ik best wel goed werken. Ja, ja, zij kan ook best wel acteren. Ja, dus dat is volgens mij het enige talent. En op zich, de draak zag er best wel vet uit. Ik bedoel... Ja, alleen die matte paintings. Jesus Christ, ik was aan het kijken. Maar mijn god, al het budget zit in die fucking draak. Want ze kon ineens lampen kopen, zie ik hier. Nou ja, en het punt is ook... Dan heb je een grote rot met een vliegende draak. Daar is nogal wat spanwijdte van 20, 30 meter. Overal van die pilaren klommen. Denk ik, dit is niet handig voor een vliegende draak. Nee, net zoals Mission Impossible. Eindscène en dat een helikopter in de tunnel. Ja, zo voelde het wel. Oh, ja, dat is cool. Maar dan met draken. Ja, nou, maar dit is echt dat je denkt... Hier denk je meteen, ja, maar dit is helemaal niet handig voor een draak. Om niet te vliegen. Dus dat zou een beetje moeten zijn. Ja. Nou, dat vind ik ook... Dat is ook weer zo'n gat in de gehele premisse van deze film... Waarom zit die draak daar? Waarom gaat hij daarmee akkoord? Zeg maar, waarom zou die draak ermee akkoord gaan om daar in die grot te blijven en zich genoegen te nemen met 3 miserige bruidjes per generatie? Ja. Terwijl die dat ook gewoon niet kan doen en rondvliegen en iedereen opvreten die wil. Ja. Wat is de deal daar? Wat haalt hij daaruit? Ja, niks. Dat wordt verder. Ik dacht of van dat komt later nog terug of zo. Nee. Dat het, weet ik veel, een ik ben gevonden ziel. Aan deze grot. Dat dacht ik dus echt. Maar op een gegeven moment ging die grot ook uit. Ja, dat was gewoon, dat bestond niet. Ja, misschien een beetje. Ik had het idee dat het misschien een beetje doorschemde dat ze dat wel cool vond of zo. Om een beetje van die meisjes op te jagen. Die draak. Maar gewoon die draak met een fetish of zo. Ja. Ja, het is wel die mythe dat zo'n draken juist op goud zit omdat ze graag shiny dingen... verzamelen. En daarom is er altijd soort van een schat aan het einde van... Weinig goud, hoor. Dat is dan denk ik gewoon die shit die ze niet hebben gelezen. De plot twist, hè, dat er aan het begin dat je dan denkt van... Oh, er is een soort van heroïsche battle om die draak te vermoorden... en die gasten worden uitgemoord. Mm-hmm. Om een beetje een soort van James Bond begin aan de film te geven. Dat je denkt, oh, er zit toch nog actie in. En dan heb je 50 minuten, zeg maar niks. En dat het dan blijkt dat zij... die kinderen van die vrouw van die draak hebben vermoord, dacht ik dan van, nou, dat is hem wel oké. Dat is hem wel leuk gevonden. Mm. En ik vond het op zich grappig dat ze dat offeren er dan zo opeens in werd geduwd. Zo van, nee, ik moet je nu dragen. En dan zo, oké, vloep. Van die brug af. Dat vond ik wel... Ja. Ik dacht wel van, er gaat de hele tijd iets gebeuren. Maar ik wist nog niet helemaal wat. Ik vond het wel redelijk druk. Toen dacht ik vond het voor fantasy ook heel leeg allemaal. Dat was die begrenzende die jij noemt. Met die ridders op paard. En dan gaan ze achter die draken. Dan denk 3 gasten zie je rennen. Denk ik, jongens, wat verwacht je nu dan? Dat je gaat bewerkstelligen tegen zo'n draak van 30 meter. Maar zoals Skyrim, dat toch van de iets... local farmhand even zijn zwaard. Ja, maar het is ook echt letterlijk. In het begin echt met dat vlam. Nou, dus 7 van 10 zijn dood. Er staan nog 3. 1 natuurlijk de koning. Oh, of dat niet meer doen, hè? Oké, nou prinsessen. En dan blijf ik alleen in die grot en toestanden. Dus het is heel raar. Het is heel raar. Zullen we doen naar het volgende? Ja, ik kan er echt nog uren over door. Heb je nog met de bitje? Nou ja, ik is meer gewoon als ik aanga, dan kan ik gewoon doorratelen. Maar laten we vooral door inderdaad. Over dingen die wel cool zijn. Het is gewoon een beetje zo'n nasmaak eraan. Ik bedoel, als je Wonka gewoon een avond kijkt, denk je... Nou ja, ik hou misschien niet zo van zangfilms of iets dergelijks. Maar die was wel leuk. Maar die was wel leuk, inderdaad. Daar is wel wat op aan te merken, maar die was best wel leuk. Maar deze dacht ik echt zo van... Je zit gewoon nul entertainment value aan. Nou, ja. Ik vraag me ook echt oprecht af wat die... Want het voelde ook gewoon niet alsof de mensen die deze film gemaakt hebben... er echt soort van... Je zou zeggen dat het film maken is volgens mij toch echt een passieding, weet je wel. Je moet dat echt willen en geloven. En dat zo voelde dit gewoon. Ja. Alsof ze van tevoren al de hoop hadden opgegeven. Gemaakt door AI. Ja, een beetje dat, ja. Je merkt hier het verschil dat als je bij het hele lelijke, rare vergelijking, maak hem toch even. Als je een leger ziet door de berg in Lord of the Rings in Nieuw-Zeeland op een echte berg. Dan zie je wat dat voor filmeffect heeft en magie. Als je het vergelijkt met ik doe 3 CGI-ridders op een CGI-berg. En dat is gewoon fucking slecht. Dat te zeggen practical effects echt doen voor een film. Nou, ik denk, ja. Er is echt nog wel meer nodig dan practical effects om dit eventueel naar een hoger niveau te tillen. Qua dat je het voor kijken, precies het gevoel. Ja, En bij Lord of the Rings voel je deze bergen zijn hoog en er zijn grasvlaktes. En dit, nou ja, dat. Ik denk dat dit Netflix niet ten goede komt, zeg maar. Op een of andere manier proberen ze heel veel content te maken. Maar ik denk dat je dan gewoon denkt van... Oh ja, maar Netflix is dat platform waar niet zo goede films op staan. Dat is die troep waar je af en toe een klassiek op kan kijken. Ja, dat is denk ik meestal van Netflix. Ook niet zoveel meer, maar... Oh shit, die staat op Netflix, is dat meestal. Your people need you.
Gaan we nog heel even door naar jullie tussentijdse review van Shogun. Nog steeds goed. Oké, gaan we door met... Ja, ja, ik vind het goed hoor. Kunnen we nog steeds kijken? Nog steeds leuk? Ja. Ja, nou mooi. Ik vind het af en toe wel moeilijk te volgen, maar dat is meer omdat de af en toe hapert de ontwikkeling met Disney+. Want gaat die Japanners praten vrij snel. En dan merk je dat die ontwikkeling er toch bij moet houden. En dan af en toe dan slaat hij ze net je over. Dan denk ik, dat is Engels niet zo erg. Maar Japans, dat kan het niet. Japans is het lastig. Ik heb al vaker gehad dat ik even terug moet spoelen. Dat die, dan laat hij hem wel goed in en dan pakt hij zelfs hem. Zelfs moderne Japanners kunnen dat Japans niet verstaan. Want dat is blijkbaar zo period accurate. Oh, dat het goed. Dat is wel nice. Echt, dat is echt oud Japans. Ja. Dus sommige mensen zitten zo. Zo van, had zo'n gast met zijn Japanse vriendin was dat aan het kijken. En dacht zo, ik kan hem maar elke 5 woorden verstaan wat het is. Ik heb geen idee. Bizar. Ja, omdat het zo... En... Dat wist ik niet. Ik wist wel dat het heel accuraat was. Of dat ze in ieder geval hun best hadden gedaan om het heel accuraat te maken. Echt gewoon age old Japan. Dus zelfs hoe ze zitten in die tijd klopt. Zoals bij... Ze zitten anders dan moderne Japanse samurai. Omdat dat in de periode was dat je zo moest zitten. Dat was het gebruik. En toen voerden ze dat nationaal in om anders te gaan zitten. Maar dat is voor die tijd. Dus ze zitten nu nog steeds soort van op de oude stijl. Dus niet zo cross-legged, maar volgens mij meer op hun knieën. Met een recht opleunend. Dat was toen een soort van de mode om dat zo te doen. Alles dat, allemaal klopt al. Dat was echt verschrikkelijk. Dat iemand daar gewoon zoveel aandacht aan heeft besteed. Dat dat zelfs werkt. Nou, je ziet het wel aan af. En zo kan het ook, hè? Zo kan het ook. Ja. Zo kan het zeker. Dus we kijken, tenminste, ik heb nog veel plezier door. Elke week kijk ik er echt naar uit om dit te kijken. Ja. Nou ja, we zijn van de podcast dinsdag gezegd. Een beetje de week waar je naar uitkijkt. Of de dag in de week waar je naar uitkijkt. Nee, ik heb altijd zo van de zondag gereserveerd voor, oké, dan ga ik hem weer kijken. Op dinsdag, nou, dan heb ik daarvoor werk. Nee, ik wil wel even relaxed op mijn eigen soort van tempo kijken. Ja. Cool. Doen. Yes. Kijken. Richard. Ja, Henk. Jij kwam weer met een nieuw concept. Ja, na 8 jaar weer wat nieuws. Wat we gaan doen. Na 8 jaar. En kijk hoe lang dit concept leuk is. Nog een longer form podcast. Ja. We gaan een nieuw onderdeel toevoegen. Dat heet de klassieker van de maand. En wat het idee is, is dat één van ons een film uitkiest. Mm-hmm. Klassieker. Dus dan bedoel ik natuurlijk niet films uit 2011 of 12. Dus niet ouder. De damsel. Niet de damsel. Doen we dan minimale age? Nou, ik vind 20 jaar. Ja, nee, precies. 20 plus. Voor 20, de vorige allemaal. Ja, ja. Dus, dat is 20 dus plus. Voor 2000. 20 plus. Voor 2000. 20 plus jaar. Misschien moet je doen. Voor alles voor 2000. Oh, voor 2000. Ja, oké. Okay. Heb je mooi. Oké, okay. Ja, dus die film, dus we noemen de titel. Dus bij deze keer blijft het alleen bij het noemen van de titel. En dan de volgende review, de volgende podcast, gaan we hem dan bespreken. En het kan dan een film zijn waarvan je denkt, ik heb het nooit gezien, dus goede kans om hem een keer te kijken, de klassieker. Of dat je denkt, ik vind een fantastische film en ik gooi me in de groep en dan ben ik benieuwd wat de rest ervan vindt. Bijvoorbeeld, of je denkt van, ik zeg al jaren dat jullie dit moeten kijken, dus precies. Het leuke is, we kondigen de film aan die we volgende maand gaan bespreken, dus de luisteraars en de kijkers kunnen ook de film in de tussentijd meedoen. Die kunnen gewoon meedoen. Ja. En dan hopen we natuurlijk dat we meningen krijgen die we dan eventueel ook kunnen verwerken. Ah, ja. Dus dat was het idee. Dat is een goeie. Dus ik heb een film uitgekozen. Nou. Ai, wat zal het zijn? Nou ja, we gaan ver terug in de tijd. Dat vond ik leuk. Oh, ja. En ik heb ook een linkje bedacht. Toch even een linkje met een film die dan nu in première gaat. Mm-hmm. En deze maand. Dat ik dacht van, heb een beetje actueel. Volgende maand, deze maand. Deze maand nog. Volgens mij deze week zelfs. Dus ik pak hem er gewoon bij. Want ik heb natuurlijk stiekem even in mijn zakje verstopt. Ik heb DVD meegenomen. Oh, wow. Hey, het is echt gewoon een dikke video. Geen videoband. Film uit 1933, jongens. Kijk eens even. Oh. Ik heb King Kong. The Eighth Wonder of the World, jongens. Hey, ja, maar dat speciaal gedaan voor deze. King Kong uit 1933. Telde dat? Truly, the thrill of thrills. Don't miss it this time. Nee. Origineel. Dit is echt het origineel, toch? Of was het hiervoor? Dit is zwart-wit en per se. Dit is zwart-wit, dit is 4x3 van Marion C. Cooper, de film. Ik vind dit een fantastische film. Deze staat al jaren in mijn top 5 van favoriete films. Oude films. Alle tijden. Ja, het is sowieso een oude film. Maar hier is natuurlijk alles met de Godzilla's en de toestanden. Lost World zat hiervoor in 1927. Maar de Dino films en de Monster films, dat is allemaal een beetje hiermee begonnen. Ja, ja. Dus die wilde ik deze maand ingooien. Ja. Dus zwart-wit. Het mooie is, iedereen die in Arnhem woont... Stop motion. Wat zeg je? Stop motion? Shout-out naar stop motion, toch? Ja, dat sowieso. Iedereen die in Arnhem woont. Iedereen in Arnhem woont. Hij gaat in aankomende maand bij Focus in 4K draaien. Wat? Dus toeval wist ik niet. Dat hoorde ik vorige week. Dacht ik, nou, dat is helemaal mooi. Wanneer?
Watch ja, in april party. Ergens. Hij draait blijkbaar, heeft hij afgelopen maand in de ochtend gedraaid. En ze gaan nog een keer in de avond ook een keer Dat is wel leuk. 4K. Dat dus iedere luisteraar en kijker. King Kong uit 1933. Ik weet niet of hij ergens op een streaming staat. Maar hij is vast via bepaalde wegen, denk ik, als je nou binnen te halen. Echt, als je nou echt fan bent, dan, als je nou echt fan bent van filmers. Dan moet je wel kijken. Ja, 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 zal wel leuk zijn. Ja. Gaan we wel vanuit dat iedereen dat doet. Het natuurlijk dan nogmaals niet om de Peter Jackson versie uit 2005. Het gaat dus om de originele film uit 2005 is de nieuw. Ja, ja, precies. Is de nieuwe. We hebben net afgesproken. Dat het 77 met Jeff Bridges, toch? Zeker, zeker. Daar gaat het dus ook niet om. Even voor de goede orde. Het gaat om het origineel uit 1933. Woensdag 29 mei. Dan draait hij? In? Focus. Oh, dat duurt nog iets langer dan. Dat duurt nog iets langer. Nou ja, goed. Maakt verder niet uit. Dat is één daad. Oké. Okay. Dus allemaal kijken, jongens. Oké. Okay. Oké, okay, King Kong. Dus dat, daar komen we volgende maand op terug. Ik ga even opschrijven. Ja. En dan gaan we eens even in deze klassieke duiken. En zo hebben we het iedere maand een titel. Leuk. Dus volgende keer is een van jullie aan de beurt. Nou, heel cool. Doen we er zin in? Nou, ik ben heel benieuwd als jullie het gewoon een rondje. Doen we dit rondje mee. Ik had echt zo'n fase gehad dat ik King Kong keek. Maar ook al die sequels en die fucking 1976 film. En volgens mij King Kong 2. En dat kan ik me nog herinneren dat ze zo met een gast in een pak, weet je wel. Ja, blue screen. Dat hij dan iemand pakt en dan zo die gast in twee doet. Maar dan zag je echt gewoon dat het volgens mij vis was of zo. Want die gast was veel te roze. Ja. Maar dat is toch vet dat gewoon... Dat goed, voor perfect. Gaan we hem afsluiten. Dankjewel voor het kijken en luisteren naar deze aflevering van Filmerts. Mocht je nog meer van ons willen zien, een staattafel bekijken. Ga dan naar youtube.com/Filmerts. Je kan ons ook op Spotify vinden. En wij posten af en toe wat dingetjes op Instagram. Dankjewel voor het kijken en luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei doei. See you later.